Welkom allemaal bij de tweede editie van de openbare collegereeks rondom brede welvaart. Een initiatief van het programma Brede Welvaart dat deze universiteit heeft ontwikkeld. Wie daar meer van wil weten, bij de ingang liggen mooie boekjes over wat dat programma behelst in zelfs twee talen. Mocht je daar behoefte aan hebben op de terugweg uit het zaaltje, neem zo'n boekje mee. Niet alleen het programma Brede Welvaart organiseert dit mede, maar ook Studium Generale en de studentenvereniging Magister Juribes van Bestuurskunde. Dus gelukkig zijn er ook een aantal studenten in de zaal en betrokken bij deze thematiek. Dus dat is mooi om te zien. De eerste keer hebben we stilgestaan bij de politieke dimensie van Brede Welvaart. We blikten terug op de verkiezingen en de verkiezingsuitslag. En wat die uitslag eigenlijk betekende voor Brede Welvaart. En we hebben ook vooruitgeblikt naar de formatie. Hè? Kan Brede Welvaart onderdeel worden van die formatie? Dat deden we met Kim Putters. En zo snel kan het gaan. Als je hier wat roept, dan word je vervolgens in Den Haag uitgenodigd als informateur. Dus dat belooft nog wat voor de sprekers die dadelijk iets zullen zeggen. Als je ze voorbij ziet komen over enkele weken in een extra parlementair kabinet als minister van het een of het ander, dan weet u waarom. Maar laten we het toch maar een beetje serieus gaan houden, want er ligt echt wat op tafel. Dat blijkt ook, denk ik, uit de betrokkenheid van u allemaal. Hè. De zaal zit goed gevuld. We moesten zelfs even een rem op het aantal aanmeldingen zetten, de deur dicht doen. Vandaar dat u hier nog een extra rijtje stoelen zit. Maar dat zegt iets over de betrokkenheid bij de thematiek. Want vandaag gaan we stilstaan bij de fysiek-ecologische opgave waar Nederland voor staat. En de relatie die dat heeft met brede welvaart. Enerzijds hoe die fysiek-ecologische opgave rondom natuur, de transitie naar een duurzaam energiesysteem, stikstof, noem het allemaal maar op, hoe die bijdragen aan brede welvaart. En ze dragen bij aan brede welvaart. Wie de monitor brede welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek uitpluist, ziet dat zeker als het gaat om brede welvaart later, we echt interen op ons natuurlijk kapitaal. Dus we hebben een overvloed, eigenlijk een teveel aan stikstof. We stoten ook teveel CO2 uit. Dus die hele vergroening eigenlijk van onze economie en de verduurzaming van onze leefomgeving, die is hard nodig. Tegelijkertijd, en dat zien we natuurlijk ook, betekent dat nogal wat. Want als je die natuurkwaliteit wil verbeteren, als je iets wil doen aan het verminderen van die stikstofuitstoot, als je iets wil doen aan waterkwaliteit, dat betekent dat je ingrepen moet doen in de fysieke leefomgeving. Dat je die ruimte gaat aanpassen, anders gaat inrichten. We zien ook om ons heen, gisteren nog natuurlijk, de boerenprotesten in Brussel. Dat niet applaus van iedereen kan en mag rekenen. Dus er is tegelijkertijd natuurlijk ook heel veel verzet. Zie je ook bij projecten als het gaat om duurzame energie. Hè, windmolens in de achtertuin bij mensen. Dat levert altijd strijd en conflict op. Vandaar ook de thematiek vandaag, natuur, ecologie en polarisatie. Dus we willen eigenlijk met elkaar en met jullie, met de zaal, onderzoeken waar die frictie zit en hoe we die frictie ook kunnen overkomen. Hoe we daaraan voorbij kunnen, hoe we kunnen zorgen eigenlijk dat misschien wel met hulp van dat denkkader van brede welvaart, dat we er een agenda voor ons allemaal van maken. En dat iedereen overtuigd raakt of is van het belang eigenlijk van die fysiek-ecologische transitie die we door moeten maken. Want dat is natuurlijk het geval op het moment dat we al die grote opgaven gaan doorvoeren. Dan wordt niet alleen de fysieke ruimte omgewoeld, maar ook de sociale ruimte. Dus we gaan een beetje op zoek langs die scheidslijn van het fysieke en het sociale. En hoe kunnen we dat naar de toekomst toe beter verbinden? Wat is daarvoor nodig? En helpt brede welvaart om dat mogelijk te maken, om die verbinding te organiseren? Daar gaan we een gesprek met jullie over voeren, maar dat doen we
goed geïnformeerd. Dus we hebben een tweetal experts uit deze universiteit die daar iets over gaan vertellen. Die geef ik straks eerst het woord. En vervolgens hebben we twee eminente bestuurders die op de regionale werkvloer vanuit hun functie vormgeven aan die grote fysiek-ecologische opgave. En die in de dagdagelijkse praktijk misschien ook al op dat verzet stuiten. En misschien ook al stuiten op hoe kom je daar aan voorbij? En hoe maak je het een agenda van iedereen? Daar gaan we straks met elkaar over spreken. Maar eerst wil ik het woord geven aan Hans Mommaas. Hans Mommaas is nog steeds hoogleraar hier aan de universiteit. Hoogleraar Governance and Sustainability. Heeft een verleden ook hier als voormalig directeur van onderzoeksinstituut Telos. Bedenkers van het duurzame ontwikkelingsmodel. In Brabant in ieder geval bekend. In zekere zin is brede welvaart een mooie voortzetting van van die talen. Het is nieuwe taal voor een al wat ouder verhaal. En Hans, aan jou de vloer om ons even mee te nemen in dat denken over brede welvaart in relatie tot die grote opgave waar we voor staan. Dank je, Joks. Even kijken of alles werkt. Ja, het werkt, dat ben ik. Ja, dit is mijn presentatie, dank. Leuk om hier te zijn. Goed om hier te zijn. Voelt goed. Zien we oude bekenden terug. Je kunt het gesprek weer oppakken waar we het een tijdje geleden hebben laten liggen. Want er is continuïteit inderdaad. Telos, Triple P, brede welvaart. Ik zie brede welvaart toch inderdaad vrij sterk als een voortzetting van wat toen al begonnen is. En daarvoor al, eigenlijk gaat ook de Triple P perspectief al terug op perspectieven waarin economie, sociale, fysiek bij elkaar worden gedacht. Maar het wordt urgenter dan ooit. Verzet, polarisatie, ja. Kijk maar naar het nieuws inderdaad, de boeren in Brussel. Kijk maar naar het debat over de natuurherstelwet in Europa op dit moment. Ook in mijn rol als directeur van het PBL heb ik dat verzet meegemaakt tegen kennis. Ik maak het ook mee in mijn rol nu als directeur, als voorzitter van de Ecologische Autoriteit. En het is ook begrijpelijk dat dat verzet er is, want het gaat niet om niks. Het gaat inderdaad echt ook om dat we op een andere manier moeten gaan nadenken over de relatie tussen bijvoorbeeld landbouw en natuur. En dat vraagt iets van de agrarische sector. Niet alleen van landbouwers, maar eigenlijk van de hele keten. En ik vind persoonlijke nood eigenlijk dat die keten wat weinig in het debat betrokken wordt. En wat al te veel alleen maar de focus leggen op de individuele boeren. Maar boeren krijgen de ruimte van de keten die ze uit de keten krijgen. Die ketenverantwoordelijkheid die mag wat mij betreft wat meer in het debat worden betrokken. Maar dus het gaat echt inderdaad over iets. En het gaat over hoe we dan met elkaar inderdaad die opgaves op de een of andere manier gerealiseerd krijgen. Ik heb een half uurtje en ik probeer het in een half uur te doen. Maar het is een omvangrijke agenda en het is altijd een beetje lastig om de graad van specificiteit en nuance af te stemmen op de informatiegraad van het publiek. Ja, ik zie al een hand. Eerst. Hans, ik ben Walt Kemp van het ministerie van LNV. Ja. Dus ik pak graag de handschoen op als jij zegt van we hebben te veel over de boeren en minder over de keten. Dus suggesties zijn welkom. Ja, nee, dat klopt. Ik weet het. Goed, ik weet ook dat er pleidooien zijn gevoerd, ook vanuit LNV, of voor de keten om zich meer als het ware te verhouden tot wat hier gebeurt. Ook Remkes heeft zich daartoe verhouden in kwade zin al. Dus daar is meer over te zeggen inderdaad. Ja. Ik probeer het een half uur te doen. Daarna hebben we ampel tijd, genoeg tijd voor debat om aspecten allemaal uit te diepen. Waar gaat het over? Het gaat over, inderdaad over brede welvaart. Waar gaat brede welvaart over? Het gaat over dat we dingen breder moeten meten dan alleen maar in hun economische effect. Ja, economische effect nemen we ook mee. Maar tegelijkertijd gaat het over mensen hun well-being. The time is ripe for our measurement system to shift emphasis from measuring economic production to measuring people's well-being. En dan komt hij, dat is interessant, and well-being should be put in the context of sustainability. Want wat heb je in vredesnaam aan welvaart als die welvaart niet volhoudbaar is naar de toekomst toe? Een volhoudbare welvaart naar de toekomst is afhankelijk van ruimtelijke condities. Dat heeft te maken met natuurkwaliteit, dat heeft te maken met schone lucht, schoon water. Het heeft te maken met het feit dat we bodem kunnen benutten voor voedselproductie. Al dat soort zaken horen daarbij.
En het gaat erover dat we die dingen in samenhang moeten gaan bekijken. En vandaag hebben we het over de ruimtelijke ordening. De Nederlandse delta, om op meer specifiek te zijn. Een delta die ons in het verleden behoorlijk wat welvaart heeft geleverd. We zijn een van de meest welvarendste volkjes ter wereld. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat we in die delta wonen. Want die delta die ligt precies op het kruispunt van een hele aangename warme golfstroom. Die richting Noordwest-Europa komt. Die voert lekkere warme lucht aan, enigszins vochtig. En die vochtige lucht die kaast vervolgens tegen een aantal bergen aan, waar die water laat vallen. Dat water stroomt dan weer van alle mooie rivieren terug naar deze delta. En dat maakt dat de levenscondities hier optimaal zijn. Optimaal voor voedselproductie, optimaal voor het bouwen van infrastructuur, want het is vrij vlak. Optimaal ook voor het ontwikkelen van allerlei goederenstromen, want we hebben een haven. En die haven verbindt via rivieren zich met het achterland, enzovoort, enzovoort. Dus een welvarende delta. Logisch dat mensen daar naartoe willen komen. En logisch dus dat het hier vrij dicht bevolkt is. En logisch dus dat die bevolkingsdichtheid naar de toekomst toe ook zal gaan toenemen. En vervolgens zien we nu in de huidige tijd dat we steeds meer nadrukkelijker weer over die delta zijn gaan nadenken. Want er is iets aan de hand. Hoe duurzaam is die delta eigenlijk nog? Wat komt er op ons af wanneer het gaat over klimaatverandering en andere soort dossiers? En wat betekent dat precies voor de houdbaarheid van onze welvaart in die delta? Er worden plannen gemaakt, worden vooruitzichten gemaakt. Je ziet daar in het midden onder de prachtige kaart die door Wageningen is gemaakt richting 2120, een eeuw na nu. Aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe ziet Nederland er dan uit, klimaatrobuust? Je ziet daar veel meer ruimte voor de rivieren, je ziet veel meer ruimte voor groen. Je ziet een clustering van de verstedelijking. Nou, dat is een beeld. PBL is aan de slag gegaan met meerdere beelden. Het PBL werkt altijd met scenario's. What if? Wat als we dit doen? Wat als we dat doen? Dus iedereen is na aan het denken over de toekomst van die delta tegen de achtergrond van de grote opgave. En een van die grote opgaven, of de grootste opgave of de grote lijn daarin, heeft natuurlijk te maken met milieu. Wij in Nederland hebben een beetje te maken met het probleem dat wij zitten steeds gevangen in twee begrippen van milieu. Enerzijds is het smalle milieubegrip, eigenlijk het klassieke milieubegrip. Dat gaat over veiligheid en gezondheid. Maar tegelijkertijd is er het bredere milieubegrip waar onze talige omgeving ook mee te maken heeft. Dat gaat gewoon over omgeving. Environment omsluit zowel milieu als omgeving. En wanneer je het hebt over omgevingskwaliteit, dan gaat het over veel meer dan alleen maar over gezondheid en veiligheid. En je ziet dat die benadering van milieu en de opgaves waar we vanuit milieu voor staan, dat die langzamerhand in de loop der tijd zijn opgeschoven van dit soort opruimagenda's. Het gaat over CFK's, het ging over chemische vaten die plotseling naar boven kwamen onder woonruimtes en zo. Naar iets dat veel meer systemisch is. Dus het grijpt veel dieper in op de manier waarop we produceren. Het grijpt dieper in op belastingssystemen. Het grijpt dieper in op internationale verhoudingen. En dat is niet nieuw. Hè? Dat begon met de Limits to Growth in de jaren 70 en misschien al daarvoor geagendeerd. Maar we zijn het steeds meer aan ontdekken hoe de inrichting van onze economie eigenlijk ten nadele werkt van onze relatie tot de natuurlijke omgeving. En wie dat in meer detail wil uitpluizen, die kan natuurlijk terecht bij de mooie balansen van de leefomgeving door het PBL elke twee jaar worden uitgegeven. Die geven een staat van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Nederland elke twee jaar samengevat in allerlei mooie tabellen en visuals. Maar als je het wil platslaan, dan zijn er vier grote problemen waar we mee te maken hebben. Dat gaat over klimaat en energie, ik kom daar zo meteen een beetje op terug. Het gaat over voedsel, landbouw en natuur. Het gaat over een vergroening en circulair maken van onze economie. Denk aan PFAS. En het gaat over sterke stedelijke regio's, het woningvraagstuk. Eventjes een paar shots daaruit nemen. Klimaat en energie. We zitten op CO2-niveaus in de lucht. Daar moet je miljoenen jaren voor terug om diezelfde CO2-niveaus te willen hebben. Over de 402 parts per million. Een CO2-dichtheid die ertoe leidt dat inderdaad de temperatuur naar boven gaat. Dat wisten we eigenlijk al twee eeuwen geleden, is wel al voor gewaarschuwd. Jongens, als we op die snelheid, wat zich in miljoenen jaren aan koolstof gebonden heeft in de bodem, als we dat in 200 jaar tijd zo de lucht inspuiten, dat geeft consequenties voor de atmosferische huishouding op onze planeet. En ja, dat zien we dus nu gebeuren.
Dus dit jaar voor het eerst gemiddeld 1,5 graad Celsius stijging. Hè? Het is geen gemiddelde, maar het gaat dus behoorlijk tekeer. Neerslagtekort, neerslagoverschot. Een van de consequenties daarvan zien we in Nederland zelf ook. Hè? Ik woon voor een deel in het zuiden. Valkenburg, 2021, clusterbui boven de Eifel en de Ardennen. Het raasde ook door Maastricht. De Maas stroomde helemaal vol. Wijken werden geëvacueerd. Uit voorzorg was gelukkig niet nodig. Maar Valkenburg raasde het dwarse Valkenburg heen. En het blijkt dus zo dat onze beekdalen absoluut niet afgestemd zijn op dit soort van clusterbuien. De jaarwisseling, de laatste jaarwisseling. We hebben ook een hele periode van regen achter de rug. Doordat vanuit het noordwesten steeds de ene bui naar de andere bui onze kant op kwam. Het land vulde zich. Hè? Enerzijds zeg maar even vanuit de zee kwam via de noordwestenwind hoog water deze kant op. Anderzijds vanuit de rivieren stroomde het terug vanuit het oosten. Het komt hier samen in de delta. En gelukkig hadden we via ruimte voor de rivier al wat bufferruimte gecreëerd. Zodat het inderdaad door kon ermee. Maar hier en daar werden de zandzakken toch weer uitgehaald om het allemaal behapbaar te maken. We pompen enorm veel water ons landje uit. Daar zie je een van de superpompen in IJmuiden, de sluis van IJmuiden. Die pompt per minuut, god weet hoeveel Olympische zwembaden daar Noord-Holland uit. Die pomp moest vervangen worden, omdat die gerepareerd moest worden. Eens in de zoveel tijd moeten daar grotere pompen in worden gezet, want er moet steeds meer water worden uitgepompt. Maar vrij paradoxaal is natuurlijk dat we ons voor een deel natuurlijk naar de kelder zitten te pompen hier. Want u ziet daar een grafiek staan van zowel de zeespiegelstijging als de bodemdaling. Nou, die bodemdaling heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we hier inderdaad water zitten op te pompen en weg zitten te pompen. Inklinking van de bodem. Dus dat is niet volhoudbaar. Dus technische oplossingen. Wij komen langzamerhand op onderdelen, niet in zijn totaliteit, want ik ben niet tegen techniek. Maar op onderdelen van dossiers komen we langzamerhand aan de grens van wat er technisch nog mogelijk is. En dus moeten we anders gaan nadenken over waterveiligheid in dat land. Maar dat is klimaat en energie. Daar hoort natuurlijk ook de energietransitie bij. Daar hoort bij decarbonisatie van onze chemische industrie. We hebben een behoorlijk petrochemisch cluster in Nederland. Een van de grootste clusters van Noordwest-Europa. Denk de haven Rotterdam. Denk Moerdijk. Denk Gemmelot. Dat moet allemaal in de loop der tijden, decennia, gedecarboniseerd worden. Hoe gaan we dat doen? Dus er zijn behoorlijke opgaves. En dan hebben we deze ook nog. Stikstof, natuur, landbouw. Dit is een soort van collage van de geschiedenis van de natuur en de landbouw in Nederland. De woeste gronden linksboven. Die ooit zijn natuurlijk ontstaan doordat we met grote grazers bezig zijn geweest om al het bos en gras weg te grazen. Heidegebied is ontstaan. Grote zandverstuivingen, grote problemen daarmee. Dus we hebben ze bebost weer, we hebben ze bekleed weer. Tegelijkertijd zijn we daar veehouderij op gaan houden. Die veehouderij is intensiever geworden. Die is eiwit uit de rest van de wereld gaan halen om die veehouderij overeind te houden. En op dit moment zitten we dus met een stikstofbalans die absoluut uit balans is. We halen iets van, 600 miljoen kilogram eiwit naar binnen toe. En 300 miljoen kilogram daarvan lekt weer weg via lucht en bodem. Dat is natuurlijk niet volhoudbaar, want we zijn onze hele natuur aan het vermesten in Nederland. Dus daar moet iets mee gebeuren. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur. En dat moet plaatsvinden in de context van ook nog eens een keer een verstedelijkingsopgave. We willen 900.000 woningen erbij bouwen. Hier zie je een kaart van alle plannen die op dit moment op kaart staan voor de verschillende regio's in Nederland. Je ziet dat het een beetje als een pindakaas over Nederland wordt uitgestrooid. Maar de grote concentratie zit nog wel in de Randstad. Het heeft voor een deel te maken met bevolkingsgroei. Het heeft voor een belangrijk deel ook te maken met verdunning van huishoudens. En het heeft te maken met het feit dat we per persoon op steeds grotere voet leven en met name ook wonen. Dus het is niet helemaal terecht om het te reduceren, het vraagstuk tot bevolkingstoename. Het heeft ook te maken met het feit dat wij natuurlijk zelf per persoon op steeds grotere voet gaan leven. En ook dat zou onderwerp van discussie kunnen zijn. Overigens in de context, die opgave van die 900.000 woningen, in de context van de situatie. En dat staat daar rechtsboven dat grafiekje.
Nederland een van de meest versteende landen van Europa. En snelst verstenend de afgelopen jaren. Dus we zijn al snel aan het verstenen. En de neiging bestaat hier en daar, met name de bouwsector, om dan via een perspectief van elk straatje, iedereen een straatje erbij, om die verstening nog eens een keer te gaan doorzetten. De vraag is of we dat moeten doen. Hoe dan ook levert dat allemaal ruimtedruk op. En die ruimtedruk moet er op de een of andere manier gekanaliseerd worden in de context van een wat ingewikkelde politiek-maatschappelijke situatie. Versnipperde politiek. Een hypercommunicatieve mediacontext, waarin media, wetenschap en politiek op ingewikkelde manieren door elkaar gaan lopen. Wanneer politici in de Tweede Kamer met elkaar in politiek debat zijn, lijkt het wel als ze permanent hun Twitter-account aan het onderhouden zijn. Dat geldt ook voor nogal wat wetenschappers, die zowel actief zijn op Twitter als in de wetenschap. En je weet niet helemaal precies meer wat nou wetenschap is en wat een mening is, of waar men gaat protesteren. Dus het loopt nogal door elkaar heen. Verschillen tussen hoger en lager opgeleide scherpen zich uit. Juridisch gesproken is er een vraagstuk van wat is nog voor de rechter, wat is nog voor de politiek? Komt die rechter op het spoor van de politiek terecht, ja of nee? Of heeft het te maken met het feit dat de politiek zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dat de rechter dus het moet nemen? Dus we zitten ook in een hele ingewikkelde politiek-maatschappelijke context die vraagstukken op te lossen. En in die context zijn we dus op zoek naar bindend vermogen. Dus we zijn op zoek naar hoe kunnen we nou die ingewikkelde vraagstukken, klimaat en energie, landbouw en natuur, circulair maken van de economie, de grote woningbouwopgave, die allemaal stuk voor stuk iets van ons vragen. En wij zijn allemaal stuk voor stuk eigenlijk weinig bereid om onze welvaart op te geven. Hoe kunnen we die nou maatschappelijk zo positioneren, vormgeven, dat meer mensen daarin mee kunnen? Hoe kunnen we die vraagstukken collectief maken? Nou, dat vraagstuk is natuurlijk al ouder dan vandaag. Dat heeft inderdaad geleid tot de commissie Brundtland heeft ooit een triple P perspectief ontwikkeld daarvoor. Dus wij moeten die fysieke ontwikkeling, de economische en de sociale, bij elkaar nemen. Planetary boundaries is ook een perspectief daarop. Waarbij wordt gezegd van sociaal-economische ontwikkeling moeten we plaatsen binnen de milieucondities die daarvoor gelden. De SDG's zijn geformuleerd om ook samenhangende agenda's te maken. En er is natuurlijk het perspectief van brede welvaart. En er is veel discussie over en weer tussen deze perspectieven. Het is geen gelopen race. Daar zal ook nog best over gesproken moeten worden. Hoe verhoudt nou sociaal, economie en fysiek zich tot elkaar? Wat heeft het primaat en wat niet? Maar in feite gaat het er vooral om dat het debat daarover gevoerd wordt. En dat doet brede welvaart. Brede welvaart doet een appel op het feit dat we dingen in samenhang moeten zien. Niet alleen inhoudelijk samenhangend, dus dat gaat erom dat de fysieke agenda zich verhoudt tot de sociale, maar ook in procesmatige zin. We lossen het niet alleen maar technocratisch op. We zullen op de een of andere manier mensen erbij moeten betrekken, de samenleving erbij moeten betrekken. Dat appel doet brede welvaart. En dat gebeurt nationaal. Als het gaat over wie had nou hier precies het begin, wie was er nou het eerste met brede welvaart? Dat denk dat het vooral regionaal was, maar daar kom ik zo op terug. Nationaal is het ook opgepakt. De commissie Grashof, de Tweede Kamer, heeft gezegd wij willen eigenlijk op verantwoordingsdag een brede welvaartsmonitor hebben die ons zegt hoe het land ervoor staat. Niet alleen economisch, qua financieel-economische huishouding, maar ook qua fysieke agenda en qua sociale agenda. Dat heeft geleid tot de monitor brede welvaart van het CBS, die elk jaar wordt uitgegeven, waarin ook de stand van de SDG's staat. En de planbureaus zijn nog bezig met het doordenken van het brede welvaartsperspectief voor meer strategische afwegingen, die ook zeg maar even bij het bepalen van de miljoenennota in het voorjaar aan de orde moeten komen. En de budgettaire kaders daarvoor, ook in de bepaling van de budgettaire kaders voor die miljoenennota, zou het perspectief van brede welvaart een grotere rol moeten spelen. Ook in het ruimtelijk beleid. We zijn al in de jaren 90. Hè? We hebben nu eindelijk inderdaad de invoering van de omgevingswet gehad per 1 januari. Die omgevingsbeleidskader ligt natuurlijk al veel langer. Waarom is dat omgevingsbeleid ooit begonnen? Omdat in de jaren 90 het gevoel langzamerhand was, heel breed in Nederland, wij komen er met de bestaande ruimtelijke ordeningswetgeving niet uit. Alles ligt vast in wetgeving.
Dus we willen gewoon ruimtelijk ook gaan bewegen. We willen afwegingsruimte gaan hebben. Dus we moeten een ander soort van bestuurlijk kader hebben dat onze staat stelt om meer afwegingsruimte mee te nemen in de besluitvorming. Zodat we kunnen kijken hoe we woningbouw, natuurontwikkeling, agrarische sector, economie, industrie beter met elkaar in samenhang kunnen gaan aanschouwen in ruimtelijke regionale plannen. Dat is het omgevingsbeleid geworden. Dat omgevingsbeleid combineert eigenlijk milieubeleid en ruimtelijk beleid. Combineert de fysieke agenda en de ruimtelijke agenda. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, omdat je dan inderdaad de dingen in een ruimtelijke samenhang kunt gaan aanschouwen. Want de complexiteit is groot. Die omgevingswet, het omgevingsbeleid, bundelt op dit moment iets van 26 nationale programma's. En die nationale programma's zijn stuk voor stuk pakken die een sectorale opgave aan. De grote rivieren, de regionale energiestrategieën, industriële clusters, het milieuprogramma, nieuwe ruimtevragen van Defensie. Want Defensie is ook bezig om zich opnieuw te verhouden tot de nieuwe geopolitieke omstandigheden. En dat vraagt ook om meer ruimte. Dus er liggen een heleboel programma's. Maar die programma's die gaan het stuk voor stuk niet redden. Want dan hebben we 3 keer Nederland nodig. Dus achter die programma's komen allerlei afwegingen naar voren. Over wat doen we nou? Wat moeten we nationaal doen? Wat moeten we regionaal doen? En wat heeft het ene programma nou voor consequenties voor het andere programma? Wie moet inschuiven hier? Want er is geen lege ruimte meer in Nederland. Elke ruimte die je claimt impliceert dat iemand anders ruimte moet opgeven. Ja, maar hoe dan? Wie dan precies? Dus dat soort van afwegingen, daarover is ook in de omgevingsbeleid al gezegd, dat moet integraal gaan plaatsvinden. Dat kan niet alleen vanuit het fysieke plaatsvinden, dat zal ook vanuit sociale en economie moeten gaan plaatsvinden. En vandaar dat Rad voor de Leefomgeving daar linksonder. En daar zie je alweer dat perspectief van brede welvaart terugkomen. Want daarbij gaat het ook over sociale consequenties en hoe die sociale consequenties moeten worden meegenomen. Dit is nationaal. Maar zoals gezegd, regionaal ligt er natuurlijk al een veel langere, verder teruggaande traditie van integraal denken. Logisch ook. Want in de regio komen de dingen samen. In de regio ontdek je wat de consequenties zijn van het aanleggen van deze of gene snelweg. In de regio ontdek je wat de consequenties zijn van het verplaatsen van de veehouderij. In de regio ontdek je hoe je verstedelijking, waterhuishouding, met elkaar moet combineren, ja of nee. Dus logisch dat in de regio's het denken over integraal plannen al veel eerder op gang is gekomen. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan. En Telos was daar inderdaad ook een voorbeeld van. En dat wordt eigenlijk nu doorgezet in de regio-deals en in advies van de RLI elke regio telt. Dus in die regio zit al van oudsher een soort van potentie om integraal te denken. En als er ergens een regio is die dat gewoon al in zijn DNA heeft zitten, dan is dat natuurlijk gewoon Brabant. Omdat met de agenda van Brabant, het manifest Brabant 2050, eigenlijk dan al bestuurlijk hier geïntegreerd was. Koester je traditie, zou ik zeggen, hier voor het Brabants. Op zoek dus naar schakelkracht. Op minstens 3 vlakken. Nationaal, regionaal. Denk aan de discussies over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Provinciale Programma Landelijk Gebied. Denk aan de discussies over, ja, wie staat nou aan de bak om die stikstofemissies te verminderen? Wie staat er nou aan de bak om het natuur te herstellen? Is dat het Rijk? Is dat de provincie? We kunnen elkaar natuurlijk eindeloos met allerlei bestuursauto's achterna rijden om met elkaar het bestuurlijke kader te gaan schetsen. Maar misschien moeten we het vanuit de opgave doen, om vanuit die opgave dan te gaan zien, oké, wat hoort er nou thuis typisch bij het Rijk? Wat hoort er thuis bij de provincie? Nationaal, regionaal, sectoraal, gebiedsgericht. 26 sectorale programma's. Die komen in de gebieden samen, in een gebiedsspecifieke kwaliteit. En daar zal het gesprek moeten worden gevoerd over wat kan en wat kan niet. Omdat vervolgens dan weer terug te leggen richting Den Haag over, dames en heren, wat u daar verzonnen heeft, dat werkt hier fantastisch, maar daar niet. We hebben daar andere beleidsinstrumenten voor nodig. En fysiek en sociaal. Dus het kan niet zo zijn dat we de energietransitie alleen maar technisch aanpakken. Dat leidt tot allerlei nieuwe onderscheidingen, sociale economische ongelijkheid. Die energietransitie zal een maatschappelijke agenda zijn of hij is niet. Dus dat betekent dat we hem ook als collectieve agenda moeten gaan inrichten. Dus op zoek naar schakelkracht. U bent er hier in Brabant mee bezig. Het ruimtelijke voorstel, het eerste ruimtelijke voorstel is geformuleerd. December gepubliceerd.
dat is natuurlijk niet af. Kan ook niet af zijn, want het beleid is nog niet compleet. In Den Haag is er nog een heleboel dingen aan het doordenken. Bijvoorbeeld inderdaad voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Maar ook wanneer het gaat over de energieclusters. Dus het zal iets van werkende weg moeten zijn. Het zal een voorstel moeten zijn, een ruimtelijk voorstel, wat steeds zich verder ontwikkelt. Maar wat je opvalt wanneer je het ruimtelijk voorstel van Brabant bekijkt, is dat fysiek, ruimtelijk, wel goed integraal wordt doordacht. Maar ik mis nog het haakje naar sociaal en economisch. Dus ook hier, in het ruimtelijke voorstel van Brabant, zou brede welvaart volgens mij inderdaad een verrijking kunnen zijn van het gedachtegoed voor de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Kortom, ik rond af. Grote fysiek ruimtelijke vraagstukken raken de delta aan en in elkaar. In een versnipperde en tegelijkertijd hypercommunicatieve politiek-maatschappelijke context. We moeten voorbij een technocratische agenda komen. Voorbij een technocratische neiging tot scheiden, stroomlijnen, verordenen. Ik word wel eens een beetje moe van al die roepen om regie. Wij willen meer regie. Ja, prima, maar regie waartoe dan precies? En wie moet die regie dan voeren ten koste van wie? Ja, dan begint het ingewikkelde debat. En vervolgens houdt iedereen zijn mond. Dus we moeten het denken vanuit de opgave oppakken. Zoektocht naar bindend vermogen. Inzet op de wisselwerking tussen fysiek en sociaal, tussen inhoud en proces. Het gaat om betrokkenheid, het gaat om verbeelding, het gaat ook om rekenen en tekenen, het gaat om verhalen. Ja, het gaat ook om normen, juridische normen. Maar niet blijven hangen in de juridische normen. Het gaat erom dat we dat debat vermaatschappelijken. Kans dus voor benutting van brede welvaart als verbindend perspectief. Ik dank u wel. Dankjewel, Hans. Ja, blijf anders even staan. Want volgens mij schets jij heel indringend het decor, hè, waartegen we straks het debat gaan voeren. En jij schetst ook immense opgaven, een hele beperkte ruimte. En je positioneert brede welvaart als een soort, het bindend vermogen om eigenlijk als een soort bijna Houdini-act uit die hoge druk te kunnen komen, hè? Op zoek naar oplossingen. Moet ik het zien als, op welke manier zou je daar nog iets over kunnen zeggen, is brede welvaart dan het maïzena van dat ons uit deze opgave geleid, of moeten we toch, of dwingt brede welvaart ons ook om misschien echt keuzes te maken, want niet alles kan. Overal hoorde ik ooit een eminente bestuurder zeggen. Ja. Nee, natuurlijk. Gevaar van maïzena als beeldspraak is natuurlijk dat te veel maïzena in de soep, iedereen die hier een beetje van de koken houdt, dat levert een smakeloze soep op. Een zoutloze smakeloze soep, te veel bindweefsel. Dus dat moet je ook niet hebben. Nee, het gaat erom, natuurlijk moet je keuzes maken. Maar ook net zoals bij regie, hè? Keuzes, maar ja, welke keuzes dan? Natuurlijk moet er gekozen worden. Alleen in termen waarvan moeten wij kiezen? Wat dit een appel aan doet, is dat bij het maken van die keuzes je dus niet alleen kijkt naar de technische agenda, wat levert dit ons aan CO2-emissies op of aan stikstofreducties op, maar dat je ook kijkt naar de sociale consequenties. In de zin van, ja, wie heeft hier de lasten van en wie de lusten? En hoe gaan wij om met verliezers? Want je bent een hele draai aan het maken uit een oude industriële economie. We weten dat die eindig is, die industriële economie. We moeten naar een nieuw soort van economie toe. Maar dat heeft dus ook verliezers. En hoe gaan we vervolgens om met de verliezers? Dus ja, keuzes, ja, regie. Maar waar volgens mij brede welvaart naar de pijl op doet, is dat je vooral de aspecten waarop je die keuzes dan maakt, niet alleen technisch laat zijn, sectoraal laat zijn, maar dat je ook nadrukkelijk kijkt aan de maatschappelijke meerwaarde van die keuzes. En dat doen we in jouw optiek eigenlijk nog onvoldoende en onvoldoende goed ook. Want ja, we praten nog te veel in termen van, nou ja, noodzakelijk, hè, KDW's en andere ingewikkelde technocratische taal om een aantal natuurdoelen of een aantal duurzaamheidsdoelen te realiseren. Maar dat appelleert, als ik jou zo hoor, onvoldoende aan Kijk, ik snap het ook wel, omdat bestuurlijk gesproken natuurlijk ontzettend aantrekkelijk is om hele strakke, kwantificeerbare normen te hanteren voor beleid. Het aantrekkelijke daarvan is dat je dus, zeg maar even, de discussie buiten zet. Je ontpolitiseert het ook, je maakt het technisch, je maakt het afrekenbaar. Wat ook voor de rechter natuurlijk heel prettig is, want die heeft een afrekenbare norm.
Dus dat past helemaal bij een soort van model van juridisering. En ja, ik wil niet ontkennen dat het juridische nodig is. Maar het daarbij laten, dat is ook gevaarlijk. Want dat betekent gewoon dat je conflict met elkaar zit op te zoeken. En je zou al energie die je steekt in de rechtsgang natuurlijk ook kunnen steken gewoon in een betere bestuurscultuur die je met elkaar in staat stelt om als het ware gezamenlijke agendas te maken. Nou, volgens mij heb jij nu het perfecte inhoudelijke bruggetje verwoord richting de volgende spreker. Maar volgens mij heb je dat ook bewust gedaan. Want inderdaad, die technocratie en dat technocratische beleid leidt tot juridisering. En tot conflicten met burgers, met bedrijven. En het is goed om daar ook eens even bij stil te staan. En wat voor repertoires we eigenlijk hebben, misschien vanuit bestuurskundig perspectief, op hoe daaraan voorbij te komen. En hoe maken we eigenlijk die conflicten in die leefomgeving, want die zijn er nu eenmaal, hoe maken we die productief? En daarom hebben we, en ben ik blij dat ze er is, Eva Wolf, onderzoeker hier aan Tilburg University. En een tijdje terug heel intensief betrokken geweest bij een heel mooi onderzoeksprogramma. Dat heette Bindend en Onbindend Besturen. Nou, dat zegt volgens mij alles al. Aan de hand van een aantal casussen in het omgevingsbeleid waar burgers en overheid elkaar bij de rechter treffen. Eva, aan jou het woord. En u ziet, Eva, we profiteren van het feit, ze heeft nu haar eerste week zwangerschapsverlof. En ze vond dit zo'n geweldig onderwerp dat ze dat gewoon opoffert voor u vanmiddag. Dus aan jou het woord. Ik geef jou ook even een microfoon. Yes, dankjewel. Hallo, ja. Hallo allemaal, mijn naam is Eva Wolf, onderzoeker in Tilburg. En ik doe inderdaad onderzoek naar conflict en naar juridisering, ook in het kader van die conflicten. Ik vind het heel leuk om jullie vandaag in een vogelvlucht mee te nemen met mijn onderzoek. Ik heb maar een kwartiertje, dus voel je vrij om aanvullend nog wat werk op te zoeken. Maar ik hoop jullie enkele inzichten uit het onderzoek mee te kunnen geven. Ik ben gevraagd vandaag met een specifieke opdracht. En die opdracht was de volgende. Of ik iets kan vertellen over hoe je in een gepolariseerde samenleving toch tot goede oplossingen kunt komen voor complexe omgevingsvraagstukken zonder in een juridisch gevecht terecht te komen. Nou, best een grote vraag. Een handschoen die ik natuurlijk graag oppak, maar ook... zitten er in die vraag eigenlijk al twee vooronderstellingen die ik enigszins wil problematiseren. En de eerste is eigenlijk, het gaat over hoe je in een gepolariseerde samenleving dingen kunt doen. En er zit toch een beetje de vooronderstelling in van conflict als iets slechts wat we moeten vermijden. Terwijl mijn stelling en van heel velen juist is dat een gezonde democratie boordevol conflict zit. Sterker nog, een democratie is georganiseerd conflict. In een democratie worden verschillende perspectieven en verschillende belangen met elkaar in gesprek gebracht. Dat is de kern van een democratie. Dus conflict is niet problematisch. Uiteraard zijn er vormen van conflict die problematisch zijn. En moeten we leren om goed conflict te voeren. Maar conflict aan zich, net zoals samenwerking, kan goed of kan slecht zijn. De tweede vooronderstelling zit eigenlijk in juridisering. Dus hoe kunnen we nou dingen doen in de fysieke omgeving zonder in juridische gevechten terecht te komen? En daar zit eigenlijk de vooronderstelling in dat juridisering iets onwenselijks of problematisch is. Terwijl een gezonde rechtsstaat ook boordevol juridisering zit. We hebben natuurlijk niet voor niets het recht om de belangen van de minderheid, de kwetsbare belangen, te beschermen tegen de tyrannie van de meerderheid. En ik denk ook dat we juist de afgelopen jaren hebben gezien hoe hard we die rechtsstaat nodig hebben. Ook om onszelf te beschermen tegen een overheid die het ook altijd niet zo nauw neemt met de regels. En zoals we natuurlijk afgelopen vandaag en gisteren hebben gezien, een debat dat gevoerd is rondom ons fraudebeleid, lukt zelfs dat nog niet altijd goed. Functioneert de rechtsstaat zelfs daar nog niet altijd goed om ons te beschermen tegen onze overheid. Dus ook juridisering is hartstikke nodig en is op zichzelf niet problematisch. Dat betekent niet dat alles juridisch moet worden of dat elk conflict gejuridiseerd moet worden. Maar het betekent wel dat juridisering op zichzelf
niet iets is waar we tegen zouden moeten zijn, maar iets waar we heel blij mee zouden moeten zijn in onze rechtsstaat. Dus conflict is niet problematisch en juridisering is niet problematisch. Wanneer wordt het dan wel problematisch? Ik en mijn collega's Stavros Syridis en Faye Herkes hebben een aantal jaren verschillende casussen van ruimtelijk conflict onderzocht in Brabant. Ook met de omgevingswet en juridisering als fenomeen op de achtergrond. En daaruit constateren we vooral dat conflicten en daarmee ook juridisering problematisch kan worden als het leidt tot wat we dan noemen ontbinding. En met ontbinding bedoelen we eigenlijk wanneer besturen leidt tot ontbinding. Ik zei net al, in democratie worden verschillende perspectieven met elkaar in gesprek gebracht. Maar wanneer besturen leidt tot ontbinding, worden die verschillende belangen, perspectieven als gevolg van het besturen van de omgeving juist tegenover elkaar geplaatst en tegen elkaar uitgespeeld, waardoor ze niet met elkaar in gesprek komen en partijen juist verder van elkaar verwijderd raken. En die ontbinding, als je het hebt over goede conflicten, conflicten die dus waar een gesprek plaatsvindt, ik zeg altijd conflict is contact, dus dat is goed. Als dat contact niet meer plaatsvindt en het belang alleen maar steeds verder van elkaar verwijderd raken en eigenlijk niet meer met elkaar in gesprek kunnen komen, dat is wat wij noemen ontbinding. Ja, dat is wel iets wat wij zien als problematisch. En die ontbinding kun je op drie niveaus zien. Het ging net al over de inhoud en het proces. Nou, ik voeg daar graag nog een laag aan toe, namelijk de laag van relaties. Die denk ik het allerbelangrijkste is, zowel als het gaat om het voeren van goede conflicten, als het, wanneer het gaat over het bindend vermogen van de samenleving. Dus je kunt op de inhoud, kan er sprake zijn van ontbinding, wanneer je gewoon niet meer op de inhoud dezelfde taal kunt spreken, langs elkaar heen praat. Procedureel kan er sprake zijn van ontbinding, wanneer procedures niet meer in staat blijken om verschillende soorten belangen in zich op te nemen, te erkennen en te herkennen. En op relationeel niveau kan er sprake zijn van ontbinding, wanneer mensen en het contact eigenlijk ook steeds minder wordt of zelfs helemaal afwezig is. Wat volgens mij de grootste bedreiging is voor de democratie. En wat we hebben gezien in ons onderzoek naar ontbinding en bindend besturen, is dat er vaak die ontbinding, hè, of in ieder geval het niet bindend besturen, dat vaak het gevolg is van het kiezen voor een wat we noemen handelingsrepertoire, dat eigenlijk helemaal niet past bij het conflict of de situatie in kwestie. Dus we schetsen in ons boek drie handelingsrepertoires, namelijk juridiseren, participeren en politiseren. En wat we in ons onderzoek telkens zagen, is dat er vaak voor een handelingsrepertoire gekozen wordt uit een soort routine, uit een reflex. Dus een jurist juridiseert omdat hij een jurist is bijvoorbeeld, terwijl dat helemaal niet recht doet aan de aard van de situatie. En als dat het geval is, dan zie je vaak dat wat wij dan noemen ontbinding plaatsvindt. En ik zal het even illustreren met een voorbeeld. Namelijk een voorbeeld van juridisering en wat je zou kunnen noemen slechte juridisering. Ik heb onderzoek gedaan naar een burenruzie op een platteland, in een plattelandsgemeente in Noord-Brabant. Waarbij twee buren, een boer-ondernemer en zijn buurman en vrouw, meer dan 10 jaar lang in een heel diepgaand conflict zijn geraakt dat juridisch werd. Dus die hebben 10 jaar lang en ze van juridische procedure naar juridische procedure naar juridische procedure gestruikeld, als het ware. Wat heel veel leed heeft veroorzaakt voor allebei de partijen. En sterker nog, in zo'n lokale gemeenschap heeft dat ook heel veel leed voor heel veel leed gezorgd in de gemeenschap. Omdat je ook een soort breuk krijgt in zo'n gemeenschap met voor- en tegenstanders. En zelfs kinderen die dan niet meer met elkaar bij elkaar over de vloer komen, et cetera. Nou, dus dat is een voorbeeld van wat ik zou noemen slechte juridisering. En dat zie je op verschillende niveaus. Op het inhoudelijke niveau zie je dat bij deze vorm van, in deze situatie, de juridisering zorgt voor wat ik noem verstarring van inhoudelijke posities. Dus zodra iets bij de rechter terechtkomt, dan is er iemand die bezwaar maakt tegen een bepaalde beslissing of een bepaald belang. En zodra het bij de rechter komt, gaat de rechter zich uitspraken over wie er gelijk heeft en wie komen er winnaars
en verliezers uit dat proces. Nou, dat verstart de posities en zorgt ervoor dat je in een gesprek met elkaar eigenlijk de ruimte niet meer hebt om te kijken of je op een positie kunt uitkomen waarbij je allebei tevreden bent. Dus die posities verstarren. Het is één iemand die gelijk heeft uiteindelijk en één iemand die ongelijk heeft. En wat je ziet in dit specifieke burenconflict, als de rechter zich dan heeft uitgesproken, is het conflict niet voorbij. Want wanneer de vergunning, deze boer die wilde zijn boerderij uitbreiden, wilde meer intensieve veeteelt op zijn boerderij. De buren hadden daar heel veel last van, heel veel stankoverlast. Daar ging het conflict eigenlijk over. En wanneer de rechter zich dan uitspreekt tegen de verlening van zo'n vergunning, dan houdt het conflict niet op, want zo'n boer past iets in de vergunning aan. Die heeft in principe recht op die uitbreiding. Dus die gaat opnieuw proberen om uit te breiden, waardoor buren opnieuw bezwaar maken en het conflict gaat door en door en door. Terwijl het eigenlijk conflict, namelijk het feit dat deze mensen liever niet naar buiten gingen op bepaalde dagen, een was niet buiten op wilde hangen vanwege de stank, daar gaat het niet over. Het gaat alleen maar over wie heeft er nou juridisch gelijk en wie niet. En die verstarring brengt mensen eigenlijk niet verder. Ten tweede is er sprake van discursieve verenging. Dus daar had Hans het net ook al over. Een juridische procedure spreekt natuurlijk bepaalde taal, erkent bepaalde belangen wel en andere belangen niet. En wat dat doet, is dat het niet meer gaat eigenlijk in zo'n juridische procedure over stankoverlast, over wat mensen ervaren als ze naar buiten gaan en inademen. Maar het gaat over wat zijn de normen, hoe meet je dingen, zijn de manieren waarop dingen gemeten worden, kloppen die metingen wel? En eigenlijk krijg je ook in dat conflict een heel afgeleid conflict over het meten van stankoverlast en over vergunde rechten die wel of niet rechtmatig zijn. En gaat het niet meer over het leefgenot van die buren waar het conflict mee begon. Dus die procedurele verenging die zorgt voor minder discussieve ruimte, zorgt er ook voor dat partijen steeds verder uit elkaar raken. En tot slot heb je wat je op de relationeel niveau ziet, relationele onthechting. En wat ik met relationele onthechting bedoel, is dat mensen niet meer met elkaar praten, maar via andere mensen praten. Dus die buren in de loop der tijd hadden steeds minder contact met elkaar, maar spraken met elkaar via hun juridische adviseurs, via hun advocaat en via een rechter die uiteindelijk uitspraak doet. Dus ook dat zorgt ervoor dat partijen steeds verder uit elkaar komen te staan. En alles tezamen zorgt dit ervoor dat zo'n conflict 10 jaar lang blijft duren, maar eigenlijk niet opgelost wordt. Iedere keer komt er een nieuwe rechtszaak en iedere keer blijven partijen ontevreden achter. Dus dit is een voorbeeld van wat ik zou noemen juridisering, het eigenlijke conflict dat hier ter grondslag ligt, namelijk mensen die last hebben van stank en die daarom niet willen dat het erger wordt, daar gaat het conflict al heel lang niet meer over. En het levert wel heel veel schade op. Nou, wat doe je dan om te zorgen dat je wel een handelingsrepertoire kiest dat past bij de situatie? Ik ga daar heel kort op in. Maar als jullie daar meer over willen weten, dan kunnen jullie dat in ons boek lezen. Wij hebben een zogenaamd 3B-model ontwikkeld om te helpen bij het kiezen voor juridiseren, participeren of politiseren. En het idee dat bepaalde kenmerken van een situatie een bepaalde keuze voor een handelingsstrategie logischer en wenselijker maken. En er zitten 3 overwegingen aan de grondslag. Allereerst is de vraag, hoe zijn partijen in de tijd met elkaar verbonden? Komen ze elkaar heel vaak tegen of is de ontmoeting maar eenmalig? Nou, als ze elkaar heel vaak tegenkomen, dan is het de vraag of juridiseren handig is. En kun je misschien beter gaan voor een ander soort gesprek dan het gesprek via de rechter? Tweede overweging is de belangen van partijen. Zijn die makkelijk of minder makkelijk te transformeren naar wat we dan noemen meetbare eenheden? Sommige belangen laten zich heel makkelijk herkennen en erkennen in juridische procedures, zoals bijvoorbeeld financiële belangen. Maar andere belangen laten zich veel makkelijker transformeren naar meetbare eenheden, zoals woongeluk bijvoorbeeld, of de ervaren kwaliteit van een leefomgeving. En dan zie je dan heel snel dat er een soort afgeleid conflict plaatsvindt. Er moet iets gezocht worden om in de juridische procedure erkend te worden, maar eigenlijk gaat het gesprek niet over waar mensen echt mee zitten. Dus als het minder makkelijk te transformeren is, dan is juridiseren vaak
kan het eigenlijke conflict ook niet oplossen. En tenslotte is er bewegingsruimte in het dossier. Dus dat gaat over de vraag, hoe strikt zijn de juridische normen? En als de juridische normen heel erg strikt zijn, dan heeft het bijvoorbeeld niet zo heel veel zin om te gaan participeren. Participatieprocessen te organiseren. En daar zit bijvoorbeeld een kern van. Wanneer participatieprocessen schadelijk kunnen zijn, is wanneer bestuurders de indruk wekken dat er heel veel bewegingsruimte is en de burgers vragen om mee te denken, maar uiteindelijk de juridische normen zo strikt zijn dat die bewegingsruimte er niet is. Dan heeft het ook niet zo heel veel zin om te participeren. Dus op basis van die antwoord op die drie vragen hopen wij dat er handelingsrepertoires gekozen kunnen worden die beter passen bij het type conflict en de situatie. Met het idee dat als je handelingsrepertoires kiest die passen bij een situatie en bij een conflict, je uiteindelijk ook betere conflicten kunt voeren. En betere conflicten, en ik ga hier ook heel snel doorheen, zijn conflicten waarbij creativiteit en engagement, hè, een rol, dat is een goede eigenschap van conflicten, de ruimte krijgt. Waarbij procedures misschien veranderen of een vraag gesteld worden als gevolg van een conflict. Want soms moeten we in Nederland op een andere manier omgevingsbesluitvorming doen. En dan moeten dus die regels ook veranderen. En waarin relaties gevormd of verdiept kunnen worden als gevolg van conflict. En dat conflict contact is. Slechte conflicten daarentegen zijn conflicten waar tunnelvisie is, weinig tolerantie, waarin de regels in plaats van dat procedures onderdeel van gesprek zijn, voeren die procedures juist het conflict en trekken mensen zich terug uit die procedures, stopt het spel. En tot slot, een conflict wordt echt destructief wanneer de dialoog stopt en mensen niet meer met elkaar in gesprek willen, omdat er zo'n diep persoonlijke wantrouwen is tussen partijen. Dus bindend besturen, hoop, zorgt ervoor dat die goede eigenschappen van conflict de ruimte krijgen. En dan is het met name belangrijk om aandacht te hebben voor die relationele dimensie. Omdat uit al mijn onderzoek blijkt dat het uiteindelijk gaat om de relatie tussen mensen. En in een goede relatie kun je echt heel veel conflicten aan. En als die relaties slecht zijn, als mensen elkaar niet meer kennen, dan hoeft er heel weinig te gebeuren om een heel diep conflict terecht te komen. En in die zin is het ook de inzichten die we ook deze week hebben gehoord over de mate waarin verschillende bubbels elkaar nog tegenkomen, heel problematisch. Want in die onderlinge relaties zit ook de kern van onze democratie en het voeren van goede conflicten. Dus, afrondend. Gaat het niet zozeer, denk ik, in deze samenleving en de uitdaging die we hebben over, nou ja, hoe moeten we conflicten vermijden, omdat we polarisatie niet willen hebben, en hoe kunnen we nou dat juridisering zoveel mogelijk verminderen? Ik denk dat we vooral moeten leren over, meer moeten leren over hoe we goede conflicten voeren, want daar zijn we echt nog helemaal niet zo goed in Nederland. Dat we meer sensitief moeten zijn voor de verschillende mogelijkheden om te handelen in een situatie. Minder uit routine, minder uit reflex, meer bewustzijn van de verschillende handelingsrepertoires. En denk als we dat beter doen, ben ik een rasoptimist, dan denk ik dat we uiteindelijk echt wel kunnen komen tot goede oplossingen voor die complexe vraagstukken van vandaag. Mochten jullie meer willen weten over bijvoorbeeld die handelingsrepertoires of over conflict, dan kunnen jullie online de boeken vinden waar dat in beschreven staat. Dank jullie wel. Dank je wel, Eva. En inderdaad, applaus zeer verdiend. En overigens, daar kwam ik zelf achter dat jullie boek over ontbindend en bindend besturen, met al deze informatie, maar dan veel uitgebreider, gratis te downloaden is op de site van Boom Bestuurskunde. Ja. Dus doe dat vooral. Dan krijg je nog een wereld te zien die jij nu in heel kort bestek hebt geschetst. Maar heel duidelijk, volgens mij. Ik moest tijdens jouw verhaal denken, nou ja, je, zeker die laatste, dat relationele, dat daar eigenlijk de grootste problemen en het grootste chagrijn ontstaat. En als we daar te weinig oog voor hebben. Hè? Dus ik vroeg me ook af, als je met die bril op kijkt, ook naar, nou ja, de grote opgave die Hans heeft geschetst. Zie je dat dan, nou ja, ben je daar ras optimistisch over? Doen we dat op dit moment goed genoeg? Nou, ik denk als het bijvoorbeeld gaat over
wat ik tegenkom in mijn onderzoek over waar de energietransitie neerslaat, dan zie ik wel hele grote... Kunnen er volgens mij heel veel dingen beter in het nadenken over... Nou ja, wat dan eerder de lusten en de lasten werden genoemd van de energietransitie. En ik kan me heel goed... We kunnen van alles vinden van die weerstand tegen windmolens. Maar als je bijvoorbeeld alleen maar in Tilburg ziet, daar heb je... je hebt de stadsrand waar van alles moet gebeuren rondom de energietransitie. Dus er staat een transformatorhuisje wat veel groter moet worden. Ja. En heel veel hoogspanningsmasten die daar nog uitgebreid worden. Nou ja, dat zit gebouwd tegen een wijk waar mensen wonen die al kwetsbaar zijn in heel veel opzichten. Ik vind het heel logisch dat die mensen niet zitten te wachten. Ik weet niet of als je daar komt, dan hoor je letterlijk het hele intense gezoem van die hoogspanningsmasten in de achtertuin van mensen. Dus ik kan mij best wel boos maken dat precies op die plek het nog eens 2 keer zo erg gaat worden. Bij een wijk waar mensen toch al heel veel meer problemen hebben dan de energietransitie waar we met z'n allen over hebben. Dus ik denk als het gaat over relaties en het zorgen ervoor dat er meer binding is tussen een overheid dan een overheid die een project wil uitrollen en een wijk die het daar wel of niet mee eens moet zijn, maak ik me wel zorgen over de keuzes die daarin soms gemaakt worden. Dus daar kan zeker nog veel verbeterd worden, denk ik. Beetje relatietherapie. Ja. Dat hebben we wel nodig. Gaan we over doorpraten. Ik ben zo vriendelijk om jou alvast naar de stoel te verwijzen, want jij hebt zo lang gestaan en dat willen we niet op ons geweten hebben dat we daar over jouw toekomst, dat we daar dingen doen die niet goed zijn. We gaan over naar het gesprek, panelgesprek. Zoals ik al zei, we hebben twee bestuurders uitgenodigd die volop ervaring hebben in ieder geval die regionale praktijk van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. Dat is allereerst Mario Jacobs. Die wil ik graag uitnodigen en verdient ook wel even een applausje. Mario is dijkgraaf van het waterschap AMA's. Maar ook oud-wethouder van deze mooie gemeente. Jij bent op dit moment, denk ik, vanuit jouw rol als dijkgraaf permanent bezig om in ieder geval AMA's, het oosten van Brabant, toekomstproof te maken. Hans schetste net al die enorme wateropgave waar we mee te maken hebben, die vraagt ook ruimte, letterlijk. Meer water dat we moeten kunnen bergen. Maar ook droogte waar we mee om moeten gaan. Herken jij het verhaal van Hans en de opgave die hij schetst? Ja, je houdt hem vast? Of? Ja, je mag hem ook van me. Oh, dat ben ik niet gewend. Ik bedoel, toen ik wethouder was, probeerde ze altijd de microfoon van me weg te houden. Want als je een politicus een microfoon geeft, dan weet je het nooit meer af. Dat in goed vertrouwen. Nee, dat is heel goed. Heel goed. Hans schetsen volgens mij inderdaad een hele bak ellende die op ons afkomt. Dat herkennen wij. En ja, wij zijn eigenlijk diegenen die uiteindelijk moeten gaan dweilen. Terwijl er ook mensen moeten zijn die de kraan moeten gaan dichtdraaien. En dat dweilen vergt ook ruimte. En ja, ruimte, daar vecht iedereen om. Landbouw moet extensiveren. We hebben ruimte nodig voor energie. We hebben meer woningen nodig. Ja, en als je dat allemaal op elkaar stapelt, dan gaat dat niet lukken. Dus we moeten gaan kiezen. Helder. We gaan er zo over doorpraten. Ja. Neem vast plaats op een van de krukjes. Dank. En de tweede gast is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de mooie gemeente Os. Gemeente die zowel stad als land omvat. Hè? Sinds enige tijd ook voorzitter van de SER, de Brabantse SER, het sociaal-economische adviesorgaan, wat de provincie en alle partners adviseert. Ook als het over dit soort vraagstukken gaat. We hadden het net even over die relatietherapie. Die soms nodig is tussen overheid en burger. Jij bent als burgemeester natuurlijk ook betrokken bij een aantal grote projecten als het gaat over duurzame energie in jouw gemeente, windmolens die geplaatst moeten worden. Hoe herken jij wat Eva vertelt? En of denk je, nou, jullie slagen er misschien. Hoe slagen jullie erin om die verbinding wel te organiseren? Laat ik het zo zeggen. Nou, ik denk dat ik een heleboel. Ik bedoel, alles wat hier gezegd werd, is gewoon ook wat wij aan de bestuurstafel wisselen. En onze rol is dan ook om te zorgen dat we samen met de inwoners, en uiteindelijk mijn wethouders zijn ook gekozen,
Dus die, hè, alles slaat bij ons neer, of op de vierkante meter of bij een inwoner. En je komt die mensen ook tegen tijdens boodschappen doen. En je moet er ook vervolgens door gekozen worden. En je hebt een verantwoordelijkheid om wet te houden. En je hebt een verantwoordelijkheid om niet alleen voor hier en nu, maar voor straks en later. En in samenhang de dingen te doen. Dus dit is ons vak, hier zijn we mee bezig. En ik vond denk de presentatie ook van Eva erg interessant. Want uiteindelijk heb je als individuele inwoner altijd nog de rechtsgang. En ons bestuur is erop gericht om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we in elk geval een proces hebben gelopen waarin je gehoord bent, waarin je belangen zijn afgewogen, waarin we die belangen ook openlijk wegen, dat het zichtbaar is wat bij ons de afwegingen zijn en waarin we dat in samenhang doen en niet alleen op een deelterrein. Dus als wij zeggen wij moeten verstedelijken en we moeten 3000 huizen gaan bouwen, dan doen we samen met de waterschappen en de provincie doen we een botsproef om te kijken naar bodem en water. Maar we zeggen ook, we knallen daar niet alleen de huizen neer. Die huizen moeten natuurlijk voldoen aan alle eisen. Maar we gaan ook een buurt bouwen. Dus we gaan niet voor één bepaalde groep bouwen. We gaan zorgen dat die kinderen samen naar school gaan. We gaan kijken, hoe gaan we met voedsel om? En kunnen we de openbare ruimte zo maken dat die waterberging er is, maar dat het ook groen is en dat het een gezond leefklimaat is. Dus ja, alles, en ik heb hier altijd deze in mijn zak. We zijn natuurlijk uitgebreid met de Sustainable Development Goals bezig. En we lopen die ook echt af. Dus als basis van de omgevingsvisie hebben we onze gemeente, die zijn het stad en platteland, hebben in drie delen opgedeeld. Waarin we zeggen, die verstedelijking, daar gaat het over bepaalde doelen. In de dorpen rondom de oever van de Maas, we hebben 45 kilometer Maasoever, daar moeten we naar kijken. Wat is daar de kracht en hoe kunnen we daar goede leefomstandigheden hebben? En we hebben een buitengebied en het buitengebied, we hebben ook een stuk van ons buitengebied, is gewoon productiegebied. En dat is intensieve veeteelt en dan gaan we kijken naar wind, of we gaan naar energieproductie kijken. We moeten kijken naar de weidevogels, we moeten kijken naar de natuur, we moeten de recreatie daar vormgeven. En dat is de gezamenlijke opgave en dat doen we samen met de boeren. Heel goed, gaan we over doorpraten, Wobien. Dank alvast voor deze introductie. Voor jou ook een kruk en pak een glas water als dat nodig is. En Hans, mag ik jou tot slot ook vragen om het derde krukje te bezetten. Ja, want Wobien, jij zei het al, hè? We doen het samen. Tegelijkertijd, en dat is ook wat Hans schetste. Ja, we zitten ook wel in een wat ingewikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context. Hè? Waarin je ziet dat samen niet door iedereen, althans zo beleefd wordt of ervaren wordt. En dat veel oppositie en verzet is. Voor een deel, denk ik wat Eva zegt, ook goed. Hè? Want dat is ook, conflict is niet per definitie slecht. Maar hoe organiseren we dat samen? En is brede welvaart dan, wat jou betreft, zou dat kunnen helpen op de schaal waarop jij werkt, lokaal en regionaal niveau? Biedt dat kader, hè? Jullie werken met die SDGs, dat is eigenlijk ook een soort, nou, Hans liet het al zien, hè? Een vertaling of een zuster, zullen we zeggen, van brede welvaart. Biedt dat... Of organiseert dat verbinding, organiseert dat samen en hoe dan? Absoluut, omdat je breder naar de mensen gaat kijken die het betreft. Dus je gaat breder kijken wat speelt er in een gebied. En we hebben dan natuurlijk, we hebben in de straat rellen gehad in 2015 toen we mensen moesten plaatsen, statushouders, dat is heel gevoelig. En nu hebben wij bijvoorbeeld de plaatsing van de nieuwe vluchtelingen, daar gaan we een grote faciliteit voor bouwen. En we hebben heel duidelijk gezegd, het is een opgave, we gaan het doen. We gaan kijken wat er nodig is voor de vluchtelingen om een goede plek te hebben. Dus we gaan definities neerzetten. Maar we kijken ook naar de plekken in Os waar het wel en waar het niet kan. Dus we kijken altijd naar de draagkracht van een wijk of de draagkracht van de mensen. Dat wil zeggen dat ook al waren er plekken waar het misschien wel had gekund, zeggen we, voor deze mensen is dit nu te veel. Die krijgen al veel statushouders in hun wijk. Dat is goedkoop gebouwd. Mensen moeten zich thuis blijven voelen en moeten de ruimte hebben om ook kennis te maken met hun buren. En moeten niet overspoeld worden. Dus we proberen dan ook echt te zeggen, nou, deze dus niet. En dat wil zeggen, wij bepalen de plaats. Dat doen we aan de hand van kaders. En daarna gaan we met de omgeving in gesprek over het hoe.
ja, dan is een omgeving natuurlijk wel heel boos over het feit dat ze niet de ruimte krijgen om te zeggen dat zij echt vinden dat het ergens anders beter kan. Dus dat hou je altijd. Maar door dan gezamenlijk met de raad ook de rug recht te houden en te zeggen, luister, we hebben echt een zorgvuldig proces gehad over waar, en daar gaan wij over. En dan kunnen we het wel hebben over het aantal bouwlagen wat er komt. En als je uit de flat kijkt, investeren we in een groen dak bijvoorbeeld. Om te zorgen dat je uitzicht anders... En we investeren in een andere looproute. Om te zorgen dat mensen zeggen, ja, we hebben niet de hele dag mensen langs ons huis lopen, wat er tot nu toe niet is. En we investeren in de verkeersveiligheid. En we lossen een aantal problemen die in die buurt toch al speelden, lossen we mee op. Dus je pakt dan vervolgens een gebiedsgerichte aanpak om te zeggen, wat speelt hier allemaal en hoe kunnen we dat goed doen? En uiteindelijk is er altijd een rechtsgang. Ja. Dus dat, en dat blijft. Ja. En je probeert dat aan de voorkant op een goede manier te doen. Helder. Misschien Mario, voor jou nog. Want jullie zijn natuurlijk ook met als waterschap. Hè, spelen jullie ook een sleutelrol in een aantal van die opgaven die Hans schetste. Hè. Als het gaat, evident is natuurlijk, hè, water en de hoeveelheid water en de waterkwaliteit waar jullie een rol hebben. Maar jullie raken natuurlijk ook, hè, jullie zijn in het buitengebied bezig met hè, dan raak je aan natuurontwikkeling, de biodiversiteitsopgave, noem het maar op. En dan boel je inderdaad, dan kom je ook tegen allerlei andere, hè, kom je allerlei andere partijen tegen die het misschien niet altijd eens zijn met wat jullie beogen. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zit het met jullie omgevingssensitiviteit en met het model dat Eva schetste? Hebben jullie voldoende oog voor die relationele kant? Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, want mijn dagelijkse bestuurslid zit ook in de zaal. Maar ik denk dat wij het eerlijk gezegd wel redelijk goed doen. En dat komt misschien als waterschap, zijn wij niet alleen een beleidsorganisatie, maar we doen beleid en uitvoering tegelijkertijd. We hebben niet alleen over dijken, maar we leggen ze ook aan. Dus onze mensen zijn ook gewoon actief in de omgeving, ontmoeten de mensen, weten wat er speelt. En dat maakt het wel wat gemakkelijker. Dus die omgevingssensitiviteit is er. En tegelijkertijd, ik vond het verhaal van Eva heel inspirerend, omdat die liet een aantal dingen zien die bijna wetmatig zijn. En er zijn meer bestuurders hier in de zaal die het zullen herkennen wat er gebeurt. Het eerste wat er vaak gebeurt, is dat je soms versluierde gesprekken hebt. En dat zijn eigenlijk slechte conflicten. En je hebt goede conflicten. En het gekke is, soms ben je bang voor een goed conflict, omdat dat vaak de mensen zijn die nogal erg outspoken zijn. Maar eigenlijk hoef je daar niet bang voor te zijn. Waar je bang voor moet zijn, zijn de mensen die versluierd conflict veroorzaken. Als voorbeeld, hè, 2015, ik was hier wethouder asielzaken. Daar sta je voor een zaal met hele boze mensen. En ik merkte uiteindelijk dat ik niet bang hoefde te zijn voor degene die boos was en direct tegen mij zei waarop stond. Maar eigenlijk vooral rekening moest houden met de mensen die zeiden van, ik ben niet tegen asielzoekers, maar volgens mij zorgt het voor meer parkeerdruk in deze wijk. En in eerste instantie ben je genegen om in gesprek te gaan met diegene die dat versluieren doet, terwijl het eigenlijk moet je diegene die het goede conflict zoekt, die omzeil je. En dat heb ik heel erg geleerd. Ik ben dus ook, om het heel, heel klein te maken, als je dan, ik heb besloten de grootste schreeuwers in het publiek, wijkagent kenden ze, dat is makkelijk, daar ben ik gewoon thuis geweest, dan heb je nabijheid. Terwijl je met ze praat, spelen de kinderen om tafel. En dan heb je een echt gesprek en dan kun je echt zoeken naar, wat is nou die boosheid, aan waar zit jij mee? En dan dat echte gesprek, dat goede conflict, daar kom je uit. Terwijl toen ik naar die persoon toe ging, die zei van ja, maar het zorgt voor meer parkeerdruk, die was dan meteen van, ik heb een advocaat ingeschakeld. Dus ja, ik had heel veel herkenning in jouw verhaal. En het bijzondere is, ik zie dat nou ook terug, hè? Want we hebben natuurlijk heel veel contact met agrariërs. En ik had vorige week contact met een agrariër en die zat er heel fel in. Maar ik heb geleerd van dat asielproblematiek, dat is helemaal niet erg. Daar ga je gewoon op een goede, open manier het gesprek mee aan. Nabijheid, kijken in de ogen van de ander, niet wegvluchten in modellen en getallen, maar het gesprek aan gaan. En is dat in jouw beleving, Mario, want hè, jij schetst ook een beeld van een waterschap die,
nou ja, met ogen en oren en een soort sensitiviteit eigenlijk voor die directe omgeving. Je gaat, je zoekt de relatie op en je gaat het gesprek aan. Is dat wat jou betreft ook, als je kijkt naar ook het decor wat Hans schetst, met een aantal grote nationale opgaven, met allemaal nationale doelstellingen, die worden bij jou voor een deel, komen die in de regio samen, komen op jouw bordje, worden die neergelegd. En vervolgens mag jij dat gesprek voeren. Vinden jullie jezelf dan, moet het ook in die regio gebeuren? En wat heb jij nodig van het Rijk om dat goede gesprek ook echt te kunnen voeren? Voel je voldoende ruimte om dat te kunnen doen? Nee. Wat ik bijvoorbeeld ook wel merk, is dat het Rijk zo'n ding op de schutting flikkert die ze zelf moet oplossen. Maar gewoon niet zelf oplossen. En dan kunnen we in de regio kunnen we het aanpakken. Ja. Nou, dat is één. Het tweede is, soms geeft het dingen ons die wij ook daadwerkelijk in de regio moeten doen. Want Hans zegt terecht, uiteindelijk landt het in het gebied waar wij zitten. En als het al landt in het gebied, moeten ze ons wel de ruimte geven. Want wat ze dan vaak doen, is dan geven ze die, kom ik weer bij jouw terminologie uit, de strakke normen mee. En eigenlijk is die strakke norm niet van loslopend gebied, maar bijna als een soort zetbaas doorzetten van die strakke norm. En dan krijgen wij geen bewegingsruimte om bijvoorbeeld brede welvaart toe te passen of in gesprek te gaan. En te laten zien dat wij ook willen meebewegen daar waar het kan. Want als we het hebben over brede welvaart, maïzena, dan denk ik meteen in klontjes, maar ik probeer hem te vertalen naar de equalizer. Hè? Je hebt een equalizer waar je heel veel verschillende toonsoorten hebt en die kun je per gebied in de juiste volgorde zetten. En dat betekent dat je in het ene gebied de norm misschien iets moet verschuiven, waardoor je de andere norm weer iets strakker kunt zetten en uiteindelijk komt er een melodie uit. En als je met het gebied samen die equalizer goed neerzet, wel binnen de bandbreedte van het blok, dan kun je er wel uitkomen naar mijn idee. Maar wat er nu gebeurt, is dat de equalizer vaak al op maximaal wordt gezet op een aantal punten, waardoor je nooit meer de goede melodie krijgt. Ja, waardoor jullie in het gebied eigenlijk, hè, dat zelf niet kunnen inregelen, als het ware. De muziek of de toonsoort van het gebied eigenlijk niet kunnen laten klinken. En dan krijg je het verhaal, want dan kom je binnen voor een gesprek en dan hebben mensen al het gevoel, ik kan wel met jou praten, maar dit en dit moet er toch gebeuren. Dus waarom hebben wij überhaupt een gesprek? Ja. Volgens mij raak jij een beetje aan de dynamiek tussen Rijk en regio. Hè? En het samenspel wat daar nodig is. Daar wil ik ook Hans jou nog eens even op bevragen. Kun jij eens reageren op wat Mario schetst, hè? Want wat jij liet zien is allemaal inderdaad nationale opgaven. En die komen ook natuurlijk ergens vandaan. Want zeker als je naar bijvoorbeeld een natuurlijk kapitaal kijkt, staan we ook in het rood. Hè? Dus er moet wat gebeuren in die drukke delta, hè? Die ons heel veel welvaart heeft gebracht. Maar we moeten uit een ander vaatje gaan tappen. Heel veel van die opgaven landen vervolgens in de regio. En inderdaad, letterlijk worden ze soms over de schutting gegooid. Ja, hoe kijk jij aan? Is dat samenspel nu voldoende goed ingeregeld? Wat is nodig om dat beter te organiseren? In 26 nationale programma's. Ja. Die ook nog eens een keer ongelijksoortig zijn. Qua omvang, qua kapitaal, qua fase van ontwikkeling. Sommige zijn pas aan het begin of überhaupt zoeken naar het begin. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is echt nog een beginstadium. En nou, er wordt gediscussieerd, as we speak, over de financiële kaders daarvan. Anderen zijn al een stuk verder, hè, de energietransitie. Ik wil even benadrukken nog een keer het belang van de relatie tussen deze twee verhalen. Want het lijkt wel alsof het verhaal van Eva alleen maar gaat over burenconflicten. Maar dat gaat ook over programmatische relaties. Ook programmatische samenwerking kan ontbindend zijn of bindend zijn. En ik denk dus dat ook in die relatie tussen nationale programma's, het Rijk aan de ene kant, en zeg maar even de regio aan de andere kant, provincies, gemeentes, nou noem maar op, de zoektocht er nog steeds eentje is naar bindend besturen. Omdat er vindt veel ontbinding plaats in die relatie. En er is veel misverstand in die relatie. En dat heeft niet zozeer te maken volgens mij met wet en regelgeving. Want er wordt dan meteen gegrepen naar regie en normen en dat soort zaken. Wat meer. Het heeft volgens mij veel meer te maken met een transparante en intelligente bestuurlijke cultuur. Dat processen goed worden ingericht. Dat aan de voorkant gewoon niet met mail gesproken wordt. Dat er transparantie en navolgbaarheid is in de manier waarop nationale programma's worden opgesteld. Waarop daar beslissingen worden genomen, ja en nee.
Want ik ben dus ook voorzitter van de commissie MER. Dus ik kom aan de voorkant, zeg maar, even al die plannen tegen wanneer het gaat over milieueffectrapportages. En keer op keer moeten we zeggen, dames en heren, hoe komt u nou tot deze beslissing? Wat is nou precies de afweging hier geweest? Ja, die beslissing is al genomen. Ja, beslissing nemen is één ding. Maar de afweging meegeven over de achtergrond van de beslissing is iets heel anders. Dus we zijn nog steeds geneigd om in dat juridische spoor gewoon resultaten van besluitvorming de samenleving in te gooien. Zonder dat we ons realiseren dat aan de andere kant ook iemand zit die de relatie moet oppakken. En die daarmee verder moet. Dus er is veel georganiseerd wantrouwen in die relatie tussen Rijk en regio. Wat voor een deel begrijpelijk is, hè, ik snap het ook heel goed, want zodra je zeg maar even een vinger geeft, dan nemen ze de hele hand. Hè. Er was 23,5 miljard gereserveerd voor het Nationaal Programma aan het Gebied. En de provincies doen de eerste trekking. En wat komt daaruit? 90 miljard. Terwijl de ene provincie vraagt nul en de andere provincie vraagt God weet wat allemaal. Dus je kunt je ook wel voorstellen dat het een beetje zoeken is naar hoe gaan we hier nou mee om. Maar wat ik zo mooi vind aan dit verhaal is dat het dus een pleidooi is om de volle breedte van de handelingsrepertoires in ogenschouw te houden. Dus dat je niet automatisch vervalt in de termen van juridisering en normering. Wij moeten de normen strakker trekken, want anders gaat het niet werken. Want anders gaan ze het wantrouwen enzovoort. Maar dat je permanent oog houdt voor alle drie de opties. Dat er geparticipeerd kan worden. Dat misschien conflicten moeten opgelost worden door te participeren. Dat je inderdaad misschien in de voorkant een norm in het proces moet stoppen waarvan je nog niet weet wat voor effect die gaat hebben. Wat je onderweg wel vinger aan de pols houdt en met elkaar bespreekt. Is dit nou de norm die gaat werken, ja of nee? Gaat het inderdaad over stikstofemissies alleen? Of gaat het over natuurkwaliteit? En wat is dan precies natuurkwaliteit hier? En hoe kan die in het spel worden ingebracht? Dus ja, ik kom veel van dit soort aspecten ook tegen. Het gaat niet alleen maar over buren, hè, boeren en hun buren. Het gaat ook over Rijk en regio. Het gaat ook over de manier waarop provincies zich opstellen naar het Rijk toe en wederzijds. Het gaat ook over schuifruimte daarin. Ik bedoel, naarmate er meer wantrouwen is, gun je elkaar minder schuifruimte. Naarmate er meer vertrouwen is, kun je meer met schuifruimte gaan organiseren. Dus kun je meer, zeg maar even, wat bredere normen in het spel een rol laten spelen, zodat mensen kunnen kiezen. Waarom zijn alle provincies nou met dezelfde normen geconfronteerd voor hernieuwbare energie? Terwijl het toch evident is dat Flevoland daar met heel andere condities zit dan bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Dus nou ja. In dat soort van processen is er voldoende ruimte, denk ik, om met elkaar die bestuurscultuur op te zoeken waarin dit onderzoek over bindenbesturen naar wordt verwezen. Helder, Hans. Misschien nog Wobine daarop reagerend van die intelligente bestuurscultuur, hè, waar we naar op zoek zijn dan, in de woorden van Hans. Hoe ervaar jij dat vanuit jouw regionale rol? Is dat, want dat lijkt me niet alleen een cultuur tussen Rijk en regio, maar ook binnen de regio, hè, waarin jij acteert als burgemeester samen met andere steden, gemeenten, waterschappen. Is dat daar ook op van toepassing, het pleidooi van Hans? Nou ja, ik vind dat er heel veel wijzij is. En ik denk dat je dat in de taal gewoon ziet. Hè? En er wordt gesproken over de kaastolp. En weet je, op die manier wordt er wel over elkaar gesproken. Is niet goed. Nee. Dus volgens mij gaat het echt om het goede gesprek. Waar hebben we het nou echt over? En waar staan we voor met z'n allen? En wat kunnen we doen en wat kunnen we niet doen? En worden we gezien en worden we gehoord? En dat is eigenlijk gewoon echt heel, ja, bijna als een familie aan tafel. Zullen we hier het goede gesprek voeren? En waar zit de mogelijkheid om aan tafel te komen? Dat is ook het punt. Hè? Zit je aan tafel of niet? Dus voel jij vanuit, zowel in Brabant als in de schakel tussen Brabant en Den Haag, voel je daar voldoende ruimte voor om dat goede gesprek te voeren? Sturen jullie daar op? Of is dat iets dat je soms, nou ja, gedurende de rit eigenlijk wordt geconfronteerd met, oh ja, Ja, in sommige dingen wel, hè, maar dat is meestal zijn dat uitgeleide politieke en bestuurlijke processen. Hè, dus als je hebt een meer agenda, hè, van kom je daar wel op of niet op, dan is dat verder helder en dan kun je het goede gesprek voeren als je aan tafel komt. En wie doet het dan en wat zijn de belangen? En is degene die daar voor jou aan tafel zit, is dat wel degene die jouw belangen of heeft die zelf ook belangen? Dat zijn toch wel dingen die ergens zweven in het bestuurlijke land, moet ik zeggen. Als we het hebben in mijn kader over regio, heb ik het niet zozeer over Brabant, maar heb ik het over onze regio Noordoost-Brabant. Ja, in de democratie, dat vond ik wel heel mooi ook van Eva, dat je zei, ja, die democratie is gewoon eigenlijk gewoon een systeem om die conflicten met z'n allen te bespreken. En het probleem dat er veel zaken worden
moeten op regionale schaal worden opgelost, maar de democratie is niet op regionale schaal geregeld. En dat wil zeggen dat we op regionale schaal, hè, van samenwerkende gemeenten en de waterschap, een soort hulpeloosheid hebben, uiteindelijk als het komt om echt, echt stappen te zetten. Dan blijft die gewoon lastig omdat het democratische proces niet verhandeld is. En ik denk dat daar zit toch op een of andere manier een leemte. Het beroemde regionale gat, hè, ja, hebben we het dan over, absoluut, de bestuurskunde, ja, waar alles in verdwijnt. Maar waar inderdaad, dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk, hè, de regio als oplossing, zwangere schaalniveau voor al die opgaven waar we het net over hadden. En aan de andere kant zeg jij van ja, maar dat is eigenlijk in democratische zin onvoldoende geborgd en gelegitimeerd. Absoluut. En je ziet dus, hè, als je kijkt naar onze gemeente, die heeft 23 kernen, waarvan echt 2 verstedelijkt zijn. En dan vervolgens dus dat buitengebied en die dorpen. En we hebben Ravenstein erbij, we hebben Mega Haremagaren erbij, we hebben Lid erbij en we hebben Geffen erbij. En er waren destijds allemaal zelfstandige gemeentes. En de gemeente Os had nooit die windmolens kunnen bouwen en we doen dat dus in Geffen. Maar dan heb je dus het voordeel dat de rest van de gemeente al lang blij is dat het daar gebeurt. Dat en die democratische afweging is iets wat intern. En dan krijg je dus ook de draagkracht van ja, met dit gebied, daar horen deze dingen. En in dat gebied, maar het is wel een democratisch verhandeld proces waarin alles op tafel komt. En waarbij ik in elk geval burgemeester van iedereen ben. En dus ook echt wel naar Geffen toe ga om te kijken wat speelt daar dan. Ja. Snap je? Dus, en omdat dat democratisch gewoon goed neerzit, kun je beter dingen doen. Maar op het moment dat wij het moeten hebben over regionaal tot Boekel en Boksmeer en tot Achter den Bosch, dan is het een heel ander verhaal. Ja. Ja. Want iedereen zal dan naar huis moeten met, hè, we hebben nu ook, moeten we een regioplan hebben over vluchtelingen, terwijl we gewoon zelf als gemeente een opgave hebben. Ja. Ja, dan is dat een vrijblijvende tafel waarin je wel kunt zeggen, we kunnen wat uitwisselen, maar het is niet zo geregeld dat als Boekel dan zegt van ja, maar wij kunnen heel goed minderjarige vluchtelingen hebben, want we hebben huizen Padua. Zij staan gewoon aan de lat voor een bepaalde opgave. En dat is precies wat jij zegt met die normen. Terwijl wij zeggen, ja, geef ons die vluchtelingen. En wij willen eigenlijk die AMV'ers liever niet in de wijk. Want we hebben al een aantal jongeren. Maar zit de oplossing dan wat jou betreft ook, want daar had Eva het over die bewegingsruimte in een dossier. Zit dat dan niet? Is dat niet te strak ingeregeld? Zitten jullie dan niet te strak? Hè? Nou ja, dus daar bij dit soort dingen wel. Maar het is ook wel moeilijk, merk ik, om die verantwoordelijkheid te nemen als die niet bij je ligt. Dus een duidelijke opgave is heel fijn. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid. Maar dan heb ik toch altijd de discussie, is het nou een opgave of is het een opdracht? En een opdracht, hè, dus nu met die spreidingswet, dat ik blijf het even over vluchtelingen hebben. Met die spreidingswet is gewoon helder, dit moeten wij doen. Ja. Nee, dan ben je, en dat is ook helder. Ja, dan heb je die discussie. In de bestuurlijke keten. Terwijl ze dat in de regio moeten doen. Ja. Ja, maar die duurzame, bijvoorbeeld, hè, zo'n regionale energiestrategie, dat opwekken van het duurzame energiesysteem. Die wateropgaven, dat zijn bij uitstek die regionale, dat zijn opgaves. Geen, ja, wij vertalen ze altijd door naar lokale opgaven. Dus ja, bij ons in de regio is het standaard. We zitten samen aan tafel, we kijken wat we samen kunnen doen. Maar hoe dan ook, je hebt je eigen opgave die een deelopgave is van de regionale. Want dat is het democratisch niveau wat je hebt. En daar zul je dingen over moeten af. Daar zul je een verhaal voor moeten hebben. Helder. Dank. Ik wil nog even, voordat ik overga naar de zaal, met jullie van gedachten wisselen over er komen veel grote opgaven op ons af. Het vraagt wat van de, hè, het is eigenlijk een hele grote verbouwing van Nederland waar we voor staan. Hè. Iedere vierkante meter, wat jij zei, Mario, is al belegd. En hoe zorgen we ervoor in jullie optiek dat we daarin, dat we daar een gezamenlijke opgave van maken waarin de samenleving zich ook betrokken voelt. En de samenleving zich misschien ook wel eigenaar voelt van de opgave. Hoe kijk jij daar tegenaan? En wat is daarvoor nodig in jouw optiek? Dit zijn hele zware vragen. En als ik daar het antwoord op had, was ik meteen consultant en liep ik binnen. Hier worstelt daadwerkelijk echt iedereen mee. En volgens mij, en dan komen we terug bij hoe je als bestuurder opstelt, hè, intelligent besturen, maar volgens mij is het ook authentiek besturen. Vertel gewoon waar het op staat. En dat betekent soms dat als je dat doet, dat je een conflict krijgt. Maar vanuit het conflict heb je weer dat gesprek, al is er maar met de uitkomst agree to disagree. Maar wat wij nu doen,
is wij vluchten weg voor dat gesprek. Ja. Dan is het van, er wordt een rapport opgeleverd. Wat is de status van dit rapport? De mensen die erover besloten hebben, wat was hun legitimatie? Die cijfers die eronder schuilen, kloppen die wel? Waar heb je die vandaan? Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, je bent niet het gesprek aan het voeren, maar je bent... Het is dezelfde als diegene die zei van, ik ben niet tegen asielzoekers, maar het gaat me onder parkeerdruk. Ja, dag. Dus dat gesprek hebben wij bijna niet meer met elkaar, ook omdat wij bang zijn om te polariseren. En dan is het weer, zoek elkaar op. En heb niet over elkaar, maar zoek elkaar echt op. En wat ook van belang is, wat we ook merken, is dat we heel veel, ook als overheden, heel veel met belangenorganisaties om tafel zitten. Dat moeten we blijven doen. Maar het is ook van belang dat we het authentieke verhaal weer ophalen van diegene wiens belang wordt vertegenwoordigd. Ja. Ja. En dat doen wij weer te weinig. En dan kom je eigenlijk ook bij dat rapport uit van de toeslagenaffaire. Mensen hebben behoefte aan een gewoon contract. Ja. En dan, ik heb altijd mijn hobby, hier gestudeerd filosofie, dan haal ik... Toen ik hier kwam, heb ik twee filosofen had ik in mijn achterhoofd. En die je bijna overal voor kunt gebruiken. Dat is Habermas. Die zegt, leefwereld, systeemwereld. Hè? Teruggaan naar de bedoeling en zorg ervoor dat de leefwereld niet gekoloniseerd wordt door die systeemwereld. Dat zie je vaak gebeuren. Dat gauw hoeren over modellen en noem alles maar op. En dat systemen en modellen echt leidend gaan zijn. En de andere is Levinas. En Levinas die had het er altijd over. Je kunt de ander pas echt kennen als je hem in zijn gelaat kijkt. Zorg dat je de ander dicht bij je houdt. Want anders verlies je hem. En dan ontbind je. En ja, zo plat kan hij gewoon zijn. Kun je nagaan wat studeren aan Tilburg University oplevert voor de bestuurlijke praktijk. Hè? Ik wil het toch maar even gezegd hebben. Maar ik wil ook, Mario, want je snijdt een interessant vraagstuk aan. Hè? Dus Hans, jij mag zo reageren, maar ik wilde ook Eva nog even aan het woord laten. Oh, nou heel goed. Dankjewel. Reageer daar eens op, Eva. Herken jij dat? Gaat het er ook in die onderste vorm van jou over die relatie? Maakt het dan uit of een bestuurder inderdaad op deze manier contact legt met degene waar het over gaat? Met een burger die inderdaad een probleem heeft of et cetera. Of gaat het dan over die authenticiteit, over de durf om dat eerlijke verhaal te vertellen? Zeker. Ik vind wat Mario zegt echt heel herkenbaar. Heel herkenbaar dingen van wat ik zie in de conflicten die ik bestudeerd heb. Dus je ziet, en dat is ook denk ik heel logisch, omdat voor een soort van verhard klimaat waarin we terecht zijn gekomen, er ook best wel wat risico zit natuurlijk in kwetsbaar zijn en je kwetsbaar opstellen. Maar dat meer opzoeken van die kwetsbaarheid, een overheid die zich ook kwetsbaar durft te presenteren, die zich niet alleen maar verschuilt achter modellen of ook achter het is nou eenmaal zo, wat bijvoorbeeld in die, ik verwijs ook vaak terug naar de mondkapjesdiscussie, in die coronadiscussie, iets presenteren alsof het zo is, alsof dingen als zeker presenteren die gewoon echt niet zeker zijn, bevordert niet het goede gesprek en zorgt er ook voor dat wanneer blijkt dat het helemaal niet klopt wat zo'n overheid heel lang heeft beweerd. Dat gaat ten koste van het vertrouwen van mensen in de overheid en beschadigt eigenlijk de relatie. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen van luchtwassers. Als jij heel lang beweert dat luchtwassers bepaalde stoffen uit de lucht kunnen trekken, hè, een stukje van de uitstoot van intensieve veeteelt zouden verminderen. Als je de hele tijd zegt, ja, het is nou eenmaal zo, het is bewezen door dit model en je daarmee mensen eigenlijk hun stem ontneemt en dan blijkt na een x-aantal jaren dat die luchtwassers niet zo goed werken, ja, dan heb je eigenlijk heel veel schade aangericht aan een relatie. Dus ja, een bescheiden en ook bescheiden overheid en ook kwetsbaar durven zijn is volgens mij cruciaal om met elkaar in verbinding te komen. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook voor... Ik spreek veel met ambtenaren die het dan nog, volgens mij, nog moeilijker vinden vaak dan bestuurders om zich kwetsbaar op te stellen. Die durven heel moeilijk te wijken in zonder dat ze eigenlijk alles al weten. Je kunt even zo'n ambtenaar wel zeggen, ja, je moet ook durven kwetsbaar te zijn. Maar dat vergt natuurlijk ook iets van de organisatie waarin een ambtenaar functioneert. En daar zitten we ook weer op de overheid zelf en hoe daar processen en structuren georganiseerd zijn. Is dat nu, maar dan weet jij veel meer van dan ik, in het kader van de Omgevingswet ook bijna een verplichting, hè, vanuit de gemeente om die participatie ook goed te organiseren en dat gesprek eigenlijk met die burger aan te gaan als het gaat over omgevingsbeleid. Hè. Dus het is niet vrijblijvend.
Ik wil langzaam ook even de zaal erbij betrekken. Want er zijn vast een aantal vragen die jullie hebben aan deze sprekers. Want die kregen wij al binnen via de mail. Dus alvast dank daarvoor. Die ga ik niet één voor één behandelen. Maar ik geef jullie nu wat ruimte om te reageren. En dan gaan we het gesprek een beetje verbreden. En ik zag net al wat handen omhoog. En ik ga van achter naar voren. En dan begin ik hier helemaal achterin. En ik hou hem vast. Bij Mario durfde ik dat aan, maar... Goedenavond, mijn naam is Ingrid Sloot, adviseur bij Nest Natuur Inclusief. En ik ben gekomen ook voor het verhaal over natuur en ecologie. En ik hoor een verhaal over toch vooral veel participeren en de vraag van bewoners vandaag de dag. En ik ben heel benieuwd, wie hem op wil pakken, mag hem oppakken. Naar hoe zetten we de natuur, hoe krijgen we de natuur als stem aan tafel in plaats van alleen vandaag de dag de bewoner en zijn eigen behoeftes, de politiek en zijn eigen doelstellingen, maar ook die lange termijn waar denk ik brede welvaart ook zeker over gaat. Hoe gaan we daar nou aan werken in plaats van alleen waar iedereen vandaag met zijn parkeernormen of mijn NIMBY en andere dingen, waar natuur zijn stem, toch een moeilijkere stem is biodiversiteit om aan tafel te zetten. Dus hoe? Hoe? Inderdaad, die wat zwakkere stem, ook in juridische zin misschien, van natuur. Hoe geven we die een plek in dit verhaal? Wie wil daarop reageren op deze vraag? Hans? Om de aftrap te geven. In de sfeer van het natuurbeleid speelt precies die discussie over hoe technocratisch of niet of breed is dat natuurbeleid nu. En ik constateer dat we inderdaad in dat natuurbeleid heel sterk zitten te praten in termen van natuurtypes en soorten. En ook heel sterk zitten te praten in termen van stikstofmodellen. Maar dat eigenlijk in dat hele debat, juist door die juridisering van dat conflict, en het feit dat conflict heel sterk toch wel in een sfeer van wantrouwen terecht is gekomen, dat we onszelf niet de ruimte gunnen om dat te verbreden naar wat betekent natuur nu eigenlijk maatschappelijk gesproken. En dan moet je verder komen dan recreatie, want dat gaat over veel meer dan dat. Hè. Het gaat ook over biodiversiteit. Wat is dan het belang van biodiversiteit? Waarom moeten we nou streven naar het in stand houden van al die prachtige kalkgraslanden? Wat is daar nu belangrijk aan? We zijn vergeten om dat nog eens keer mee te nemen in het verhaal. Dus we toetsen heel sterk op nou hoeveel van die kalkgraslanden zijn en wat is de staat van de standhouding. Dat is heel goed voor ecologen, die snappen dat allemaal. Maar het bredere publiek is een beetje de relatie daarmee kwijt. Want misschien weten ze niet eens wat een kalkgrasland is en hoe dat eruit ziet. Dus inderdaad, natuur moet, die natuurdiscussie, althans zou ik zeggen, die moet veel meer vermaatschappelijk worden. En ook daar weer... Hè, aan de hand van zeg maar bindend bestuur. Wat betekent bindend bestuur in termen van natuurbeleid? Betekent dat op de een of andere manier dat voor een bredere groep van mensen begrijpbaar moet worden wat daar gebeurt. Navolgbaar moet worden wat daar gebeurt. En dan blijkt ook, want wij hebben natuurlijk ook als ecologische autoriteit onze contacten ook met buurorganisaties, dat wanneer je dat gesprek aangaat over jongens, waarom hebben we nou in 2004, 2012 gekozen voor deze natuurgebieden? Wat was daar het verhaal achter? Nee, dat is geen oernatuur. Dat is natuurlijk door mensen gecreëerd natuur. Maar het heeft te maken met de karakteristiek van ons deltalandschap enzovoort. Dus er is een heel verhaal achter al die natuurdoeltypes. Alleen, dat is in de loop der tijd gewoon weggezakt in juridische schermutseling. En ik denk dat het de zaak is, en dat proberen we een beetje ook als ecologische autoriteit te doen, om voorbij alleen maar de tabellen te komen, de modellen. En ook te zeggen, jongens, leg nou toch een goede verhalende manier uit wat hier de ecologische samenhang der dingen is in dit gebied. We hebben behoefte aan een nieuwe Jacques P. Thijssen die op een 21e eeuwse manier dat weet ik niet helemaal, want dat was een erg romantische blik. Maar het gaat er wel over dat inderdaad je op een begrijpelijke taal, navolgbare taal, verhalenderwijs het verhaal van gebieden gaat vertellen. Weer van de Natura 2000 gebieden. Ja, het waarom. En het verhaal inderdaad, want dat hoor je ook uit onderzoeken. De support eigenlijk voor natuurbescherming is nog altijd enorm groot onder de Nederlandse bevolking. En wiens verantwoordelijkheid is dat? Hè? Ik bedoel, want dat was een beetje de vraag. Onze collectieve verantwoordelijkheid is dat. Je kunt het niet alleen maar neerleggen bij beheerders.
En je kunt niet alleen maar neerleggen bij het bestuur, provinciaal of gemeentelijk. Het is ons alle verantwoordelijkheid om dat verhaal van die natuur inderdaad te gaan vertellen. Op een of andere manier. Via allerlei mediaprogramma's, radioprogramma's, Twitter, nou noem het maar op. Maar het is wel een zeker belang. Want we staan voor een enorme vernattingsopgave voor die natuur. Niet alleen stikstof, hè, maar ook het is enorm verdroogd allemaal. Moet die natuur gaan vernatten. Het waterpeil moet omhoog. Wat betekent dat voor de landbouw enzovoort? Waterkwaliteit verbeterd. Ja, ja, wat betekent dat voor de beekdalen? Die gebiedsverhalen over waarom is de natuur hier ontstaan zoals die ontstaan is. Ja, die moeten we weer met elkaar gaan vertellen. Ja, wil jij daar nog op reageren, Mario? Want jij hebt daar ook mee te maken natuurlijk. En je vertelde net dat je als bestuurder, nou ja, dat gesprek op moet zoeken vanuit de authentieke overtuiging waar je voor staat. Hè? En dit is, vertellen we dat verhaal voldoende? Nee. Over het belang van die natuur, de waterkwaliteit? Nee, en als we het vertellen, vertellen we het soms verkeerd. Ik probeer, als ik een verhaal vertel, probeer je het een normale mensentaal te vertellen. En je zou bijna vergeten dat dat een optie is. Want als ik bijvoorbeeld, als je op LinkedIn bijvoorbeeld kijkt, hè, je kijkt naar alle bijdragers, hè, dan lees je een verhaal en dan zegt, dat snapt toch niemand? Maar je hebt toch wel opgeschreven om bijvoorbeeld te pleiten voor natuur. En ik denk, ja, als je het zo opschrijft, ik snap het niet eens en ik ben toch niet echt dom. Dus waarom schrijven we dat niet in normale taal? Dus daar begint het al. Probeer een connectie te leggen met de ander en probeer je eens voor te stellen hoe de ander zo'n verhaal zou willen horen. En dan kom je bijvoorbeeld bij zo'n gebiedsverhaal uit. En het mooie van verhalen is dat dat een instrument is om verstand en emotie te verbinden. Want wat wij ook te vaak doen, is praten vanuit verstand. En dan kom je ook heel snel in de systeemwereld uit. En de emotie staan weer in reactie op. En dan krijg je emotie versus reactie. Die emotie is dan zogenaamd feitenvrij. En het verstand is te veel bezig met het model. Terwijl in een verhaal kun je dit met elkaar verbinden. En dat moeten wij gewoon vaker doen. En wat wij ook vaak fout doen, zelf ook als overheid, bijvoorbeeld als het gaat om schoon water, dan zeggen wij vaak, via de kaderrichtlijn water, hè, het nieuwe stikstofdebakel noemen ze het ook wel, dat moet van Europa. Maar het verhaal dat we moeten vertellen is, dit drinken wij gewoon. Onze kinderen willen het ook graag drinken. Die willen dat het schoon is. Dus hoezo moet het van Europa? Dit moet je toch voor jezelf willen? Maar wat doen wij? Wij zeggen, het mot van Europa, de kaderrichtlijn water, kijk uit, anders krijgen we boetes. Ja. Dat kan toch niet de driver zijn waarom wij dit gewoon met elkaar willen blijven drinken? En dat verhaal, dat mogen we best wel vaker vertellen met elkaar. Waarom zijn die regels toch? Waarom doen wij dit? Dan mag je best inderdaad ook een beetje appelleren aan het sentiment inderdaad van dat. Ja, het is sentiment, hè, maar er zit ook verstand achter. Ja. Want er zit sentiment in dat je doet voor je kinderen, maar er zit verstand achter dat iedereen snapt dat het schoon moet zijn om ervoor te zorgen dat je kind ook gezond blijft. Dus dit is het verbinden van emotie met verstand. Helder. Verhalen vertellen, dat moeten we gaan doen. Ik zag hier een, ja, daar achterin nog een, kom maar even naar deze kant. Ik heb een hele lange arm, dus ik kom er wel. Yes. Ja, ik had even nog een vraag aan Hans vooral. U noemde namelijk in het begin dat we het meer moeten zien als een keten, dat we dat ook meer in een debat moeten voeren. Alleen, ik ben even meer nieuwsgierig naar dat keten. Zeker ook omdat daar veel meer aan vastzit dan er eigenlijk werd benoemd. Ik heb net namelijk even opgezocht en we hebben meerdere belangenorganisaties in de vorm van een Farmers Defence Force, zeker in dit debat, die vervolgens gesponsord wordt door vleesproducenten die per jaar miljoenen verdienen. Met andere woorden, dit is eigenlijk een discussie die je aan het voeren bent met mensen die juist alleen maar willen discussiëren en niet tot een gezamenlijke oplossing willen komen. Dus ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoe je ziet, ook met zo'n keten, hoe je dan tot een gezamenlijke oplossing zou komen als juist de drijfveer is om conflict te behouden. Ja, dank. Dank voor deze vraag. Het gaat over de ketenverantwoordelijkheid, hè, en de boer is onderdeel van een keten en die keten heeft vaak veel meer macht dan en middelen eigenlijk om te veranderen dan die boer zelf. En die moet die boer ook ruimte gunnen. En op dit moment, dat was denk ik een beetje jouw betoog, Hans, wordt die boer ook klem gezet in de keten. Dus jij riep op tot, nou, maak die ketenpartners, hè, de veevoederbedrijven, de supermarkten, de inkoopkantoren, maak die ook mede verantwoordelijk voor de transitie.
Maar ja, kijk, reageer daar eens op deze vraag. Uitkijken, moeten we vooruitkijken dat we nu niet weer omklappen naar de andere kant van het uiterste. Dat als we maar allemaal gezellig rond de tafel gaan zitten en met elkaar kopjes koffie gaan drinken, dat we het dan oplossen. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Er zijn gewoon belangenconflicten. Nou. En die zijn geïnstitutionaliseerd, die zijn er al jaren. En dat betekent dat in de Rabotop iets moet gebeuren. Dat betekent bij de veevoederbedrijven iets moet gebeuren, enzovoort, enzovoorts. En ja, daar zitten gewoon concrete belangen aan. Er zijn verliezers en er zijn winnaars. Achter elke concurrentie of achter elk conflict. Maar waar we het nu over hebben, is vooral hoe komen we nou zeg maar even uit de spagaat, uit de polarisatie als een soort van reflex. Hè? Hoe komen we nou uit het automatisme van de juridisering en conflict in een ontbindende manier. Ja, conflicten kunnen er zijn, maar ze kunnen ook op een bindende manier tot stand komen. En ik denk dus dat inderdaad die keten moet worden uitgedaagd om zich te verhouden tot de inhoudelijke opgaves die we hebben met elkaar. En je ziet dan ook dat als die keten daadwerkelijk wordt uitgedaagd, niet in een soort van, misschien moeten we het nog hebben over sociaal-economische raden en de polder en wat daar gebeurt enzovoorts. Niet in een vrijblijvende manier, maar in de zin van, jongens, jullie hebben deze positie in die keten. Ja. Jullie zijn ervoor verantwoordelijk dat die eiwitbalans eruit ziet zoals je eruit ziet. Jullie verdienen daar dit aan, terwijl die boer moet genoegen nemen met dat. Weet je? Dat gesprek met elkaar gevoerd wordt. En dat dan vervolgens inderdaad à la Johan Remkes wordt gezegd. En u zult aan tafel komen. Want u zult daar met elkaar gewoon het gesprek moeten gaan voeren over. Maar dan toch even, hoe organiseer je? Want in dat, bijvoorbeeld in het landbouwakkoord is een poging gedaan. Ja. Volgens mij. Ja, uiteindelijk is politiek klopt. Politiek. Uiteindelijk is politiek politiek. Uiteindelijk lopen belangenorganisaties weg van de tafel. Dat is hier gebeurd. Terwijl andere deelnemers aan het gesprek zeiden, waarvoor lopen ze nou godsnaam weg? Wat zijn ze hier aan het doen? De club is zijn verantwoordelijkheid niet aan het nemen, was het andere geluid wat je hoorde. Dan is het denk ik aan de politiek om daar positie in te nemen. Die positie is ingenomen, die is wat die is. En uiteindelijk hebben wij als stemmers natuurlijk dadelijk in het stemhokje iets te zeggen over wie daar inderdaad het beleid voert enzovoort enzovoort. Dus we moeten onze ogen sluiten niet voor die realiteit, daar gaat het niet om. Maar waar het over gaat is dus dat we ook in dat agrarische debat met elkaar ontzettend met mail in de mond zitten te praten. De dingen nog niet helder genoeg benoemen waar we voor staan. En daar hoort ook bij inderdaad dat het dus niet gaat over die individuele boer. Maar het gaat over het feit dat die individuele boer in een keten functioneert. En dat daar verantwoordelijkheden ook in die keten gezocht moeten worden. En dat die keten op de een of andere manier politiek, maatschappelijk aan tafel moet komen. Ja, om zich op die vragen te verantwoordelijk. Medeverantwoordelijk wordt voor de transitie. Als ik ja, en uiteindelijk als die keten dat niet wil, weet je, dan heb je natuurlijk als politiek ook nog de instrumenten in huis om via normering en via belastingwetgeving enzovoorts gewoon dingen af te dwingen. Dus het repertoire is vrij breed. Het is heel goed, Robin, dat jij even reageert, ook vanuit jouw rol misschien als voorzitter van de SER. Hè? Een van die... Nou ja, met name Agri-Food Capital. Die hebben natuurlijk echt al 15 jaar geleden gezegd van we moeten dit adresseren. Maar wat je ziet is dat op een gegeven moment gaat het systeem ook wel werken. Want dan krijg je dus problemen met bedrijfsopvolging. Ja. En dan zie je dus dat de investeringen, dat je het daarover moet hebben. En als die luchtwassers niet meer werken, dat een goede normering wel leidt tot het moeten investeren. En ja, dat gaat ook leiden tot een stuk schaalvergroting, maar het gaat ook leiden tot een stuk vermindering. Ja. Dus ik denk wel dat al die trekkrachten wel hun effect hebben in de keten. Dus dat zie ik echt wel helemaal gebeuren. Daarnaast is het zo dat het consumptiepatroon aan het veranderen is. En dat mensen ook aan het nadenken zijn van ja, moeten wij dan alles voor de hele wereld produceren of kunnen we beter die kennis exporteren? Maar dan kopen ze wel weer pijnboompitten. Snap je? Dus dan denk je, ja, waar gaat dat dan weer over? Ja. Dus ja, en dat je naar streekgerichte menus gaat. En dat je het gaat hebben over, ja, precies. En als we het niet hebben over alle Nutella-winkels in Amsterdam. Dus het is wel met de ene mom, met de mond beleiden. En ondertussen met de andere hand gewoon je eigen ding doen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal. Maar nee, ik denk deze wat jij zegt is terecht. Hè? Dat die, de stedelingen kunnen niet achter hun cappuccino. Kijkend naar die transitie van de landbouw. Want ze hebben daar zelf, zijn ze daar onderdeel van, hè, als consument en als burger. Dus hebben ook een verantwoordelijkheid te nemen. Precies, en dan heb je het ook over de streekmarkten, de streekproducten. En dan heb je het over wel of niet het vervoer ervan. En hoe ga je nou die keten rondmaken en sluiten? En wat wil je wel en niet? Maar weet dat je met de handelsbalans kopen we ook allerlei dingen.
die wel heel prettig zijn. Dus daar moet je het ook over hebben. En dat is ook brede welvaart, want hij hangt ook samen buiten de keten. Hij hangt echt helemaal samen met ons consumptiepatroon. En met jullie zijn er in de regio, hè, vanuit het specifieke agro-profiel wat jullie hebben. Ja. Hè, en het profiel op voedsel in Noordoost-Brabant, zijn jullie daar ook mee bezig. Jullie eigenlijk op regionale schaal organiseren jullie die keten. Hè, ja. Op weg naar een transitie naar inderdaad hè, iets meer plantaardige, andere eiwittransitie. Ja. Bij jullie lijkt het, dan kom je tot een regionaal vergelijk, maar wat hebben jullie dan ook nodig van het Rijk en van Europa? Want ik kan me soms ook voorstellen dat jullie doen dat hè, met enige ambitie. Je zet kleine stapjes voorwaarts, maar ja, vervolgens heb je het is ook pure noodzaak die door ons gevoeld wordt. Hè? Want we hebben destijds een gigantische economische crisis gehad in Os vanwege de farmacie. Toen zijn we gaan kijken, wat is nu de kurk waarop de welvaart van de regio drijft? En we hebben het over brede welvaart. En wat zie je dan? Dan zie je dat die hele keten bij ons is. Dus we hebben niet alleen de gronden, maar we hebben ook de vleesproductie, Unox, Unilever Os. Hè, en dan heb je de blikken en je hebt de logistiek en je hebt al die banen. We hebben de Sligo, we hebben de Jumbo, we hebben de plusdistributies. We hebben een hele brede keten. Gefinancierd grotendeels door de Rabobank, waar iedereen spaart met zijn grote clubactie en al het studiegeld van de kinderen in zit. Dus we zeiden, als wij straks gaan zeggen, dit is niet meer houdbaar, dit systeem, dan betekent dat die hele regio onderuit ligt. En ik heb als jonge moeder meegemaakt over welvaart, als je het hebt over Eindhoven, wij kwamen als jonge ouders, we gaan in Eindhoven en die hele wereld viel in elkaar. Dus we hebben het over brede welvaart, maar een stuk economie kun je niet, waar verdien je geld en hoe doe je dat goed en wat is dan de opgave? En we zijn echt als regio bij elkaar gaan zitten om te zeggen, wat is nou de essentie? Er zal altijd honger zijn op de wereld, dus er zal altijd behoefte zijn aan duurzaam geproduceerde voeding. En hoe breng je dat nou met alle spelers aan tafel in evenwicht? Maar de Universiteit van Wageningen, die kende onze regio niet eens. Die hebben we aan boord, de HAS hebben we aan boord. We zijn echt met de triple helix aan de slag gegaan. En dat is een heel lang traject. Maar als ik zie wat er de afgelopen 10 jaar gewoon in dat hele debat en in ons voedingspatroon en in het ook leren koken van kinderen met lokale producten en samen aan de slag en weer vers koken en gezond, dat al die dingen hebben geprobeerd op een maatschappelijke agenda breed neer te zetten. En dat is als regio zijn we er heel erg mee bezig. Ja, en een grote slag weet ik even niet. Maar ik weet wel dat we dat met zoveel respect ook voor de boeren hebben gedaan. Dat in Nederland, we hadden de ambassadeur van Vietnam hadden we in Os. En ik zei, ik zal u laten zien hoe de Nederlandse vlag eruit hangt. Erbij hangt op een boerderij. Want bij ons hingen de vlaggen niet omgekeerd. En dat is wel samen met de hele samenleving. En dat is niet makkelijk. Maar ik heb wel het idee dat we in een beweging zitten die goed is bij ons. Eigenlijk hebben jullie regionaal laten jullie zien hoe het nationaal zou kunnen. We zijn er nog niet. Nee, en het is heel taai en het is heel lang. En ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Wat doen we straks met Fion? En kan die nog wel of niet blijven bestaan? En wat werkt? Ja, hij is complex. Kom er misschien nog heel even op terug, maar let ook op de tijd. Dus we lopen richting 5:50. Dus ik wil nog aan 2 vragen ruimte bieden. En dan gaan we afronden. Ik mis eigenlijk, ik kom van de Campina, de helft van de soort geweest. Het is een lange oorlog in de natuur. En een 2/3 van de insecten in 20 jaar. We hebben volgende week een plan Oostflank Tilburg, 3500 hectare. We hebben de GGA's, Loonse, Drunense Duinen en Campina. We hebben een omgevingswet en ik moet hier aan tafel nog horen dat de bestuurders zoeken naar een goede bestuurscultuur. Ik hou me hard vast en zeker in deze tijd waar aandeelhouderswaarde blijkbaar het belangrijkste is, om even de vraag van Eva te beantwoorden. De vraag aan de CEO van 4Farmers, de veevoederfabrikant, of hij het juist vond dat de boeren achter zijn vrachtwagen naar Den Haag en naar Den Bosch reden, gaf hij ronduit toe dat dat prima was. Met andere woorden, aandeelhouderswaarde van een particulier bedrijf prefereert boven het algemeen belang. Zelfs zover dat blijkbaar een politieke partij daardoor benoemd kan worden. Ik maak me ernstig zorgen, want als je de natuur zo achteruit laat hollen in 20 jaar, dan is dat voor onze generaties hierna uiterst funest. En om oprichting de En uw vraag is?
dat ik me ernstig zorgen maak, want dat is wat Occupy al noemde, institutionele psychopathie. Mensen gaan alleen voor een aandeel als houderswaarde, stellen zich buiten de discussie. Is ook mijn eigen ervaring, als ik met Huiber spreek, dan is die helemaal eens ziek dat hij aangedaan is wat ik zeg. Twee weken later komt er een persbericht dat 180 graden tegenovergesteld is en alleen weer zijn eigen toko dient. Dat is precies wat psychopathie inhoudt. Met de advies van alle psychiaters is dan niet meer praten en dan leg je de bijl aan de democratie. Laat ik proberen hier een vraag van te maken, want er zit een zorg in over shareholders value, hè, en de dominantie van het geld in deze discussie en de verdienmodellen. Hoe breken we dat open? Hè? Hoe gaan we van shareholders naar stakeholders? Hoe krijgt die burger en de natuur ook dan een stem? Eva? Ik ben niet helemaal mijn expertise, maar dit herken ik natuurlijk wel. De grote belangen die het natuurlijk dan ook heel snel winnen van degenen die geen stem hebben. En volgens mij ging het er net ook over van waar is de natuur in het verhaal. Dus vanuit het conflict redenerend, is het natuurlijk zo dat een overheid bij uitstek degene is die ook die zwakke belangen serieus moet nemen. En ik denk dat dat te weinig gebeurt. B zijn er natuurlijk wel. En dus daarom denk ik dus ook niet dat je er altijd samen uitkomt. Dat er ook keuzes zijn die pijn gaan doen. Als we iets anders willen dan nu, dan gaan er ook verliezers zijn. En dat zullen er misschien de verliezers zijn die vaak nu de grootste stem en het meeste kabaal kunnen maken. Maar je komt er niet onderuit dat er dingen pijn gaan doen en dat mensen verliezen. Dat ten eerste. En ten tweede zijn er natuurlijk best wel interessante experimenten met het natuurrechten geven. Ook vanuit het idee dat als een natuur een actor wordt met bepaalde rechten die ook juridisch verdedigd kunnen worden. En dat het dan iets doet met de situatie en met de keuzes die gemaakt worden. Dus ik weet dat er in landen al mee gewerkt wordt. Dus volgens mij het hele het idee van natuurrechten geven kan een manier zijn, dat is niet mijn expertise, maar om een natuur wel een belangrijkere stem te geven in dit soort processen. En er wordt zelfs in Nederland al mee geëxperimenteerd, hè? Een gemeente die dat doet. Een laatste vraag. Een actor te maken in zo'n Nee, want hier wordt even in het panel geconstateerd dat de natuur al rechten heeft. Dus die hebben we ook al geïnstitutionaliseerd. Voor een deel had ik het daarnet al over. We hebben natuurlijk de habitattype, we hebben de soorten. Dus er is een vorm van habitatrichtlijn enzovoort. Maar waar het hier over gaat, is dat je dat verbreedt. Alweer, hè, dat gaat over verhalen vertellen over natuur die op de een of andere manier veel beter invoelbaar maken waar het hier over gaat. Dat betekent dat je inderdaad van natuur actor maakt. Dus van een gebied, van een rivier. Dat je duidelijk maakt dat dat een levend ecosysteem is. En dat een levend ecosysteem ook zijn eigen rechten heeft. Een natuur als actor met rechten, is dat een natuur een rechtszaak kan beginnen. Ja. Dat idee, ja. Zeg maar. Kom maar, ik hou hem even vast. Dirk van Toledo van de Nature for Life Foundation. Ik heb een vraagje aan Hans. Ik vond het verhaal heel duidelijk en overzichtelijk. Wat ik een beetje miste, dat is de rol van de jeugd. Wij hebben binnen onze stichting gemerkt dat de jeugd op school biologie krijgt. En dat gaat hoe groot de vleugels van een konijn zijn. Maar dat gaat veel minder over het belang van de ecologie. Ik zou er zeer voor pleiten, ik hoop dat je het daarmee eens bent, dat er een beweging komt om de ecologie ook in het schoolprogramma te krijgen. Ja. De jeugd en daarmee ook de toekomst, niet alleen natuur en stem, maar ook de jeugd. Robin, jij zei daar net ook al iets over, hè, over educatie in het rondom voedsel. Hè. Misschien tot slot dat jullie daar allemaal eens even op reageren op deze vraag. En dan gaat het ook over de dimensie later van brede welvaart. Hè? Van hoe geven we die toekomst vorm? En dat begint eigenlijk, dat moet vandaag beginnen en met de jeugd die nu in de school zit. Hè? Nee, maar dat is inderdaad een hele mooie link, mooie haak
weer terug naar brede welvaart. Want waarom hadden we het nu over natuur, ecologie en brede welvaart? Juist omdat die sociale, hè, de sociale dimensie, de maatschappelijke dimensie van natuur voor het voetlicht moet komen. Naast natuurlijk het feit dat de overheid plichten heeft en rechten heeft enzovoorts. En dan gaat het erover dat je inderdaad het belang van natuur niet als vanzelfsprekend aanschouwt, maar dat je het moet mobiliseren, je moet het organiseren. Dus je zult ook het verhaal van die natuur door moeten vertellen. En nou ja, je had het zelf al over de boeken van Verkade enzovoorts. Ik dacht dat ik gisteren of vandaag ergens in de krant las dat de jeugd bij ons in het onderwijssysteem wel heel weinig naar buiten komt. Terwijl in het buitenlands onderwijssysteem dat veel normaler is dat de jeugd naar buiten gaat. Nou, daar ligt misschien nog een haakje. Misschien moeten we vaak inderdaad met de klassen naar de natuurgebieden toe. Misschien, dat gebeurt natuurlijk ook al onwijselijk vaak, maar misschien kan het vaker in het curriculum worden opgebouwd. Dat daar inderdaad ook verteld wordt waarom nou we zien wat we zien. Want ik ben dus zelf nu sinds ongeveer een jaar met de ecologische autoriteit, op veldbezoek overal. Je weet niet wat je tegenkomt. Dan weet ik toch wel best wel wat over natuur in Nederland. Maar wat ik het afgelopen jaar gezien heb, zeg. De verwondering over wat daar ligt. En dan is het ook niet zo erg om dat weer te beschermen. Want dan begrijpen we wat daar beschermd moet worden. Omdat ons dat iets waard is. Niet zozeer vanuit een soort van natuurwetenschappelijke wetmatigheid. Maar omdat wij gewoon het gevoel hebben dat wij als samenleving een zekere verantwoordelijkheid hebben. Ook naar die natuurlijke omgeving toe. Om dat naar de toekomst toe in stand te houden. En door te kunnen geven aan die jeugd. Ja. Mooi. Ja, heel mooi. En ik denk dat de jeugd wat dat betreft gewoon een plek moet hebben. We hebben in elk geval in de raadzaal hebben de stoel van de toekomst. Dus die staat er gewoon op het moment dat wij beslissingen nemen. En binnen Brabant Advies is er echt een raad voor young professionals. Ook om te zorgen dat die zich uitspreken. En dat we zorgen dat we de jeugd er echt bij betrekken. En dit soort dingen gaan inderdaad ook via het onderwijs. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dan moet je echt naar de eindtermen kijken samen met de biologische docenten en met, je moet het via de Tweede Kamer ook spelen. Er moet echt iets aan die eindtermen gebeuren. Een appel richting Oosterwijk. De middelbare schoolvak, die componenten daar juist al heel erg in zitten. Juist die ecologische dimensie. Ja, maar die blijven op hoofdlijnen. Dus ja, die blijven meer over het gesprek en over de dingen. Maar de precieze essentie van ecologie en wat daaronder zit, die zit ook bij biologie. En de verwondering buiten in het veldbezoek waar Hans het over had. Maar we gaan dadelijk verder praten in het café-restaurant, dus dan krijgt hij ook nog tijd. Maar tot slot even jouw reflectie nog, Mario. En dan wil ik richting afronden. Ja, ik was weer vergeten waar ik op moest reflecteren. Dus ik denk, ik ga gewoon niet vertellen. Maar volgens mij, misschien te romantisch gezegd, maar inderdaad verwondering en verhalen. En ook tegelijkertijd wetend dat je daar alleen niet meer redt. Dus wat Hans zei, er zijn nog geïnstitutionaliseerde belangen. Er zijn ketens waar je iets mee moet. Wat Robin zei, ook de consument moet zich gaan aanpassen. En tegelijkertijd zie je, als je het hebt over de consument, vaak is de afstand tussen oorzaak en gevolg ook veel te groot. Ik bedoel, een pan kopen met een anti-aanbaklaag en een ijsbeer met PFAS in zijn bloed. Ja. Die link leggen mensen niet. Het bestellen van een koelkast via internet en protesteren tegen de logistieke dozen, dat gaat vaak in één hoofd goed samen. Maar mensen, er is te veel, te grote afstand. En dan kom je bij nabijheid. Hoe zorg je dat mensen zich weer realiseren dat acties, hoe klein ze vaak ook zijn, gevolgen kunnen hebben? En dat besef is weg. En misschien is onderwijs en verhalen en verwondering. En daar heb ik de hoop dat de jeugd dat krijgt, dat wel speelt. Dat wat betreft consumenten. En als het gaat om de geïnstitutionaliseerde belangen en de ketens. En tegelijkertijd is ook het verhaal, soms moeten we gewoon klein beginnen. Hè? Want we hebben over de individuele boer, die kunnen niet overal aanspreken. Maar tegelijkertijd zijn er soms wel individuele boeren die willen. En dan zou ik zeggen, ja, waarom moeten we meteen groots beginnen? Als 3-4 boeren met elkaar zich melden. Pak dat dan op en ga beginnen. En soms moet je gewoon al voortmodderend beginnen met elkaar. Volgens mij, Mario, heb jij een hele mooie, een paar stappen voor een nieuwe agenda geformuleerd. Hè? De connectie tussen burger en die ook consument is. En dus een dubbele verantwoordelijkheid heeft. En daar kortsluiting misschien organiseren. Hè? Tussen wat die
thuis doet en wat hij elders in gang zet. En gewoon gaan beginnen met de mensen die wel willen en de mensen die die ruimte voelen. En nou ja, daar misschien ook als bestuurders dan maar als eerste het gesprek mee gaan voeren. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage. Het verdient volgens mij wel een klein applausje. We zijn natuurlijk nog lang niet uitgesproken. Dit was zelfs in 2 uur raak je en scheer je over een aantal thema's. Als het gaat over die fysiek-ecologische uitdagingen. Dus we hebben lang niet alles kunnen bespreken. Maar gelukkig hebben we hiernaast een café-restaurant. U kijkt bij de uitgang een consumptiebon. Dus dan kunt u, het eerste rondje is van ons. Kunt u nog even verder praten als u wil met een van deze gasten. En als u er niet genoeg van krijgt, Brede Welvaart heeft een brede blik, gaat over meer dan alleen maar economie. Dus vandaag hebben we ecologie aan de orde gehad. Maar we gaan ook doorpraten over de sociale dimensie en de economische dimensie. En u ziet achter de sprekers de volgende edities van de reeks. Dus daar kunt u zich ook op inschrijven via internet, via onze site. En doe dat vooral. En dan hopelijk zien we u de volgende keer terug. En voor nu bedankt voor de aandacht en bedankt voor de betrokkenheid en de vragen. Dank u wel. Thank you.